Yo, chat. Even kijken, Rocklik is in beeld als het goed is. Hoe is het met jullie? Laat het me weten in de chat. Zo, dit is ook weer even een tijdje geleden op YouTube. Ik heb één keer gestreamd op Twitch, maar ondertussen heb ik al een hele lange tijd niet op YouTube gestreamd. Dus ik dacht, weet je, dat gaan we weer doen, want heel veel mensen vroegen daarom. Even kijken, ik zie heel veel mensen weer gelijk in de chat. Ik ga eens even kijken. En zometeen joint Nick sowieso, dus dan weten jullie dat. Kunnen jullie even laten weten of mijn microfoon goed werkt en of de audio een beetje meewerkt? Even kijken, yo Pelle, yo Thomas, yo Nico... Nee, het is niet stil als het goed is. Het is als het goed is niet stil. Ja, het gaat goed. Nice, oké, jullie kunnen mij horen, anders hadden jullie niet zo snel gereageerd. Welkom aan iedereen, welkom. Ik hoop dat alles goed staat, want het is altijd even weer testen met livestreams. Maar volgens mij staat alles wel prima. Met mij gaat het goed, met mij gaat het super goed. Zo, de chat gaat los. Rustig aan iedereen. Ik ga ook even de livestream erbij pakken zelf. Staat de muziek ook goed, jongens? En meisjes natuurlijk. We moeten natuurlijk altijd... Ja, het gaat goed. Ik luister mijn eigen livestream. Dat moet ik niet gaan doen. Zo. Even kijken. Hey, hoe is het met jullie? Ik heb het al gevraagd, dat weet ik. Maar er zijn vast weer nieuwe mensen bij. Zo, 100 likes. Al jullie zijn gek. Dus even kijken. Staat de muziek goed? Yo, Jules. Yo, Fam. Yo, Quint. Yo, Robin. Yo. Zo, de chat gaat snel. Wow, yo. Oké, yo, Victor. Yo, Mathies. Yo, Ziggy. Yo, Roy. Je geluid is goed, bro. Nice, nice, nice. Dat is goed om te horen. Yo, John. Welkom. Yo, Tiles. Yo, FJ. Yo, Mette. Hey, dit is gek, man. Jullie zijn gek. Kan iemand even luisteren of de games dat ook goed staat? Als goed is wel. Als goed is wel. Maar we moeten dat even checken. Ik ga straks met Leon spelen. Nee, ik ga niet met Leon spelen. Leon is een beetje ziek. Volgens mij. Dat is in ieder geval wat ik ongeveer hoorde. Ik leg de chat hier even neer. Zo. Ja, oprecht vind ik. Het gaat helemaal los hier. Gaan er private tournies komen? Waarschijnlijk wel. Ik ga ook even vragen aan Nick waar hij zin in heeft. Maar waarschijnlijk komt er wel een tournie. Harder. Game sound harder. Dat kunnen wij fixen. Dat kunnen wij fixen door gewoon even deze een beetje zo omhoog te zetten. En dan is het helemaal goed. Je game sound is ook goed. Nou, ik heb nu iets harder gezet. Dat kan nooit kwaad volgens mij. Ik zet deze wel iets zachter zo. Helemaal top. Ik ben ook zoek. Hey, beterschap, dat is niet best. Zoen 100k, Thomas. Ik hoop het, ik hoop het. Dat zou toch wel heel mooi zijn, hè? Dat zou toch wel heel mooi zijn, moet ik zeggen. Wat voor ziekte heeft Leon? Nou, niks serieus. Gewoon een beetje moe-achtig iets, denk ik. Ik ben ook ziek, Thomas. Hey, Mika, beterschap. Hoezo zijn er zoveel mensen ziek? Dat is niet best. Yo, Jurgen. Yo, Roy. Yo, Janairo. Yo, Spooky. Chat is sneller dan mijn toekomst. Hey, wait, yo. Ik schrok me dood. Sorry voor die... Wacht, ik ga hem iets zachter zetten, denk ik. Zo. Hey Ruben, dankjewel voor de 5 euro, bro. Ook even kijken of daar een berichtje bij zit. Heel erg bedankt voor je 5 euro. Dikke SO naar jou in ieder geval. Even kijken, kan ik jouw berichtje dan nog zien? Want ik werk nu met Stream Elements, dat is net weer iets anders. Hey, ik wil even een hartje spam... Hoi, yo. Even een hartje spam zien voor Ruben, want... bro, gelijk een donatie droppen, dat is gek, hè? Even checken. Waarom kan ik geen berichtje van Ruben zien? Weet je, dan moeten we hier gewoon in. Dan gaan we hierin. En dan zien we, als het goed is... Zien we... Ruben zijn donatie hier. Blijkbaar niet. Blijkbaar zie ik geen donatie. Of ik zie in ieder geval... Geen bericht. Wat gebeurt hier? Hey, dankjewel voor de hartjes in de chat. Ruben, er zat als goed is een bericht bij. Ik probeer even uit te vinden waar ik die kan vinden. Want hij doet weer heel mooi. Hij werkt weer helemaal lekker mee. Eens even kijken.
Nou, weet je. We zien het zometeen. We zien het zometeen wel. Hé, dankjewel voor de hartjes, mensen. Even kijken. Is Nick er al? Ik ga Nick even een bericht sturen. Anders gaan we gewoon lekker een free play. Zo, de chat gaat echt los, jongens. Jullie zijn gek. 400 kijkers ook. Hé, hey, hoe is jullie zomervakantie tot nu toe? Het is, ik weet dat het niet heel lekker weer is, maar weet je? Je moet het beste ervan maken, natuurlijk. Zijn jullie al op vakantie geweest? Of gaan jullie nog op vakantie? Laat me weten. Yo, Thomas, hoe gaat het met je? Met mij gaat het super, bro. Het gaat super. We gaan gewoon richting die 100k al. Ik heb nu 65.000, zoals jullie kunnen zien. Hé, hey, dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even. Want we gaan natuurlijk voor die 100k dit jaar. Al wordt dat wel lastig, maar weet je, je moet positief zijn. Altijd. Lekker in Italië. Mooi, yo, bro. Lekker bezig. Ik ben net aangekomen op vakantie. Nice, nice. Dat doe je goed. Ik zit even te kijken of ik Rubens bericht nog kan achterhalen, want... Daar word ik gek van. Zo, en nog een donatie. Even checken. White Wolf ATS met een 5 euro donatie. Dankjewel, bro. Ik vind het alleen vervelend dat ik geen... Ik wil het bericht zien. Want ik weet zeker dat jullie een bericht hebben achtergelaten. Kom op. Waar kan ik dat nou zien? Ik word gek. Waarom kan ik dit nou niet zien? Ik kan jullie berichten gewoon niet zien. Huh? Zo, ook nog een donatie. Hé, hey, jullie zijn gek, man. Stan met de 3 euro. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Hé, hey, ik kan jullie berichten niet voorlezen. Maar White Wolf ATS en Stan, dankjewel voor de 3 euro. White Wolf natuurlijk met de 5 euro. Dankjewel. Love naar jullie. Hoe kan je nog geen 100k hebben? Goeie vraag. Hé, hey, maar gooi even die hartjespam voor de mensen die nu al gedoneerd hebben. Terwijl ik nog ineens echt begonnen ben. Dat gaat snel, jongens. Mag ik met jou samen? Hé, hey, wie weet, bro. We gaan straks een toernooi doen waarschijnlijk. Als Nick daar ook zin in heeft. Ik word gek. Hoezo? Kan... Oh, ik weet het al. Ik ben echt heel dom. Jongens, dit komt goed. Ik kan jullie, berichtjes zo zien. Geef mij 2 seconden en dan kan ik jullie berichtjes zien. Ondertussen ga ik wel even naar dit scherm toe. Even kijken, want ik heb nu een stream. Dan moet ik daar ook gebruik van maken. Even kijken. Kijk hoe mooi dat is allemaal. Nice, oké, nu kan het bericht zien. Ruben zei yo. En Stan zei, Thomas, je ziet er weer knap uit vandaag. Hey Stan, dankjewel. Oftewel Big Daddy Duck. En... White Wolf ATS, Tom, Twister, je bent bomba, bro. Dit wordt een gekke stream. Kom je 1 versus 1? Hé, hey bro, White Wolf, is het een uitdaging? Is het nou gewoon een uitdaging, bro? Laat het me weten. Wie weet. Wacht, we kunnen trouwens gewoon weer terug naar het gamingscherm. Je kan de chat slomer zetten. Ja, maar weet je, ik hou wel van die drukte. Ik hou er wel van. Want dan houden we gewoon lekker alles... Dan houden we gewoon lekker druk. Dan kan ik veel lezen. Ik ga even ervoor zorgen dat ik de hele tijd alles kan zien. Kijk, zo, bam. Dit moet ik hebben. Dit is letterlijk perfect. Oké, jongens, nu ben ik helemaal voorbereid, geloof mij. En nu kunnen we zometeen ook gewoon lekker Rocket League gaan spelen, want dat is natuurlijk waar we hiervoor zijn. Als mijn... Zo, nog een donatie. What the fuck? Oké. Dit is gekke shit. Chrono won met de 10 euro. Dankjewel, bro. Twisty love, bro. Dit wordt een gekke stream. Hé. Chrono World, bro. Dankjewel. 10 euro donatie. Dikke hartje spam voor Chrono World. What the fuck? Gewoon voordat ik begonnen ben. Hè? Dat maakt het nog 10 keer zo gek, eigenlijk. Jij bent heel goed. Hé, hey bro, dankjewel. Hartje spam. Wow, yo, jullie zijn gek, man. Jullie zijn gek vandaag. Hartjes in de chat. En laten we zometeen gewoon lekker Rocket League spelen. Dus gooi even een 1 in de chat als jij zometeen mee gaat doen. Want ik heb al zin om een toernooitje te doen. Ik weet niet of jullie er ook zin in hebben, maar ik heb daar zin in ieder geval. Wow, Chrono World. Esso naar jou, bro. Goh, gekke shit. 500 kijkers ook. Hé, hey, lekker bezig. Hey, als je nog niet dat blauw duimpje omhoog hebt gedaan, doe dat dan even. Want dan help je mij en de stream heel erg. Nou, jongens. Zullen we gewoon eens even Rocket League doen? De chat loopt een beetje achter voor mijn gevoel, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niks uit. Ah, wow, oké. Die eentjes die kwamen ineens mijn beeldscherm binnen vliegen, letterlijk. Wow, yo. Ik schrok me dood. De dono's worden niet opgeteld bij de dono-streak, Bart Thomas. Oh, dat is niet best. En ik krijg een nieuwe sub in beeld van Just Rick. Dankjewel voor je sub. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. Dan komt je abonnee ook in beeld als het goed is. Als jij je abonnees op dingen zet. Waar heb jij je mechanics glitch, bro? Kijk, ik ga jou leren hoe je mechanics glitch. Je gaat gewoon de muur op. Je hebt full boost. En dan doe je een dubbel flip reset. Alleen, dan ben je niet zo goed zoals ik. Want ik suk, blijkbaar vandaag. Oké, dubbel flip reset ga ik proberen te landen. 1. Ik kan het niet. Ik kan het niet onderdrukken. 1. 2. 3. Oké, dat waren er 4, maar niet op goal. Alright.
Yo Droy, welkom bro, welkom bij de stream. Space Mats heeft mij geïnviteerd om te spelen. Hey Mats, ik waardeer jou heel erg. Maar helaas heb ik een teammate voor vandaag. En die teammate die komt eraan. Die had even zijn oven laten exploderen volgens mij, als ik het goed las. Niks zat te stoeien met zijn oven volgens mij. Thomas, ik zit in een groot dilemma. RLCS of Twisty kijken, bro? Laat ik het zo zeggen. RLCS is er vaker. En ik ben er niet super vaak live. Dus weet je, ik zeg het alleen maar. Dat is raar, Koen. Dat hoort niet. Wacht, ik ga de donatiestreak even uit beeld halen als dat toch niet update. Misschien moet ik dat hier... Misschien kan ik nog aanpassen. Ah, ik weet het al waarom. Ik weet het al. Dan zet ik deze zo uit. Oké. Het is een beetje apart allemaal. Maakt niet uit. Maakt niks uit. Ik moet de muziek ook weer even aanzetten. Zo, dit is altijd wennen, mensen, als ik live ga. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Zo, iemand is member geworden. Even checken. Luke S, welkom bij de Twisty Crew. Bro, nu heb jij gewoon zo'n dik logo achter je naam. Welkom. Laat je horen in de chat. Nice. Even, we zijn nog geen eens begonnen. En mensen hebben gedoneerd. Mensen zijn lid geworden. Dit is echt gekke werk. Gewoon oprecht. Alright, even checken. Dan doen wij gewoon zo. Dan doe ik dit even ook weghalen. Want dat heeft geen zin. Als ik dit hier heb, als het toch niet update. Dan kan ik... Nee, dit moet niet weg. Oké. Weet je, we doen we gewoon even zo. Zo, bam. Dit is helemaal top. Oké, we zijn weer terug. Tot hoe laat blijf je live? Totdat we het leuk hebben, bro. En dat is vaak best wel lang. Even kijken. Zo, ik zit echt te struggelen hier, jongens. Sorry. Zo, Chrono World met de 15 euro. What the fuck, bro? Bro, niet te gek doen, je weet toch. Maar stabieltje, snap je. Chrono World, wat ben je aan het doen, bro? We zijn net live, we zijn net 13 minuten live. Een man heeft al 25 euro gedoneerd, bro. Dikke SO naar jou, dankjewel. Oprecht, bro. Heel erg bedankt, man. Echt, ik waardeer het enorm. Hey, hartstikke in de chat voor Chrono World. Ga met de Fennec. Nee, bro, ik ga vandaag even lekker met de Octane, als je het niet erg vindt. Even kijken, Nick zit in de call. Yo, Nick, bro. Yo. Yo. Hey, we zijn al live, bro. Hey, kun jij gewoon even een lange zin zetten, zodat mensen kunnen horen of ze jou goed kunnen verstaan? Oké, wacht. Introduceer je even zelf. Stel je even voor. Ja, bro, nu moet je even... Mijn naam is Johannes en ik ben van VTC. Oké. Kunnen jullie Nick goed horen? Oftewel Johannes. Man, dat is helemaal gek. Waarom ben je live? Bro, waarom ben ik live, bro? Dus ik dacht, waarom ben je live? Oh, YouTube. YouTube? Ja, bro. Goh, ja. Hey, dankjewel voor de abonnees, mensen. 500 kijkers alweer, hè? Ja, bro, en ik was nog geen eens begonnen. Mensen doneren al geld en zo, dat is echt gekke werk. Het is echt gekke werk. Dankjewel voor de abonnees, mensen. Wat een zieke overleven, hoor. Ja, het werkt nog niet helemaal zoals ik wil, maar... Weet je, het komt wel. Ja, dat weet ik nog van de vorige keer. Ja, bro, veel voor geen meter. Yo, Sanne. Yo, Aaron. Welkom allemaal, mensen. Jullie zijn echt stuk voor stuk legends, gewoon. Dat jullie gewoon hier weer gewoon lekker op de donderdagavond is het? Ja, het is donderdagavond. Dat jullie gewoon even naar de Twisty livestream komen. Ben je al online, Nick? Ik ga nu voor jou opstarten. Hey, zo, ik zie ook dat bijna 90% heeft op de poll gestemd. Bij het blauwe duimpje omhoog al gedaan. Ja, bro. Mensen moeten het blauwe duimpje omhoog altijd even doen. Nou ja. Zo, die abonnees komen ineens in beeld, mensen. Dat is gekke werk. Sander Mulder ook, 1985 met de abonnee. Hey, Chrono World, bro. Wow, yo, Luke heeft gewoon een gifted sub gedaan. Hey, Luke, bro, dankjewel. Ik weet niet aan wie je hem hebt gegift, maar bro. SO naar jou, dankjewel, Luke. Bro is member geworden net en heeft hij ook nog aan iemand anders een membership weggegeven. SO naar Luke al, hè. Dat is gekke shit, man. Het is echt cheese fate als je de echte bent. Bro, ik ben de echte, vertrouw mij. Nee, grap, ik ben een AI, man. Ik ben niet de echte Twist hier. Nee, eens even kijken, dit is niet de echte, dit. Eens even kijken hoeveel kijkers wij hebben op deze donderdagavond. Ja, je hebt op het moment 520 kijkers. Dat zijn er niet weinig, mensen. Dat zijn er niet weinig. Ik heb trouwens oprecht net een nieuwe controller gehad. Toen ik weet niet... Kijk, ik had gezegd tegen jou, Nick, 7 uur live, hè? Ja? Alleen mijn controller stopt er ineens mee, dus... Toen moest ik even nieuw halen, zeg maar. Ja, ik zat dus te twijfelen van, ga ik voor of na de stream eten? Ja. Toen zei ik wat over, toen dacht ik, oké, dan doe ik even snel voor. Ja, oké. Mijn ma heeft toen laatst een stuk glas op ons fornuis laten vallen. Dus het hele ding is gebarst en hij deed nog wel aardig maar. Oh god. Maar nu ging hij niet meer aan. Nee joh bro, dat is niet best.
Dus nu moeten we een nieuw fornuis halen. Eens even kijken, Chrono World met de 5 euro, bro. Chrono World, doe eens normaal, bro. Je bent gek aan het doen vandaag. Je hebt even kijken. Gewoon al 30 euro in totaal gedrukt, bro. Doe eens even normaal, bro. Hoeveel? Dankjewel, 30 euro, terwijl ik net echt een kwartier live ben, bro. Chrono World, dikke SO naar jou. Hij vraagt, kom je een potje casual doen? Hé, mensen, zullen we gewoon even een potje casual met Chrono World doen? Laat het even weten in de chat. Gooi even een hartje in de chat voor Chrono World als we even gewoon een potje casual met hem moeten doen. Want die man heeft al 30 euro gedoneerd voordat we überhaupt een toernooi hebben, aan hebben kunnen maken. Hé, Chrono World, ik wil dat wel doen. En dan gaan we daarna een toernooi maken, nice. Dan gaan we gewoon met Chrono World even één potje casual doen, Nick. Wat denk je daarvan? Helemaal prima. Dan moet Chrono World wel even zijn epic sturen. En dan hoop ik dat hij ook in de chat goed opvalt. Anders moet hij die code ook weer. 8, Erratic State en dan? Erratic State 8334. 8334. Ah, oké. Ik zie heel veel hartjes. Man verdient mijn dagloon in 15 minuten, bro. Ja, bro, Chrono World is gek aan het doen. En alle andere donateurs ook al, want... Ach, voeg mij toe. Like Cheetah 4686. Heb ik jou niet? Ja, ik had jou verwijderd. Zeg maar, voor die video-idee. Dacht voor de zekerheid. Ik, wacht, 478 of 487? 4786. Oh. 4786. Die bestaat niet. Maar ik ben waarschijnlijk dom aan het typen. Like Cheetah. Ja, C-H-E-E-T-A-H. Ja. 4786. Ah, ik heb je toegevoegd, hè? Hey, Chrono World, ik probeer jou in de chat te vinden. Ik kan je alleen niet zien. Dus, bro, laat jezelf horen, zeg maar. Want ik wil dat potje casual met je doen, maar dan moeten we wel snel zijn. Want ik wil wel daarna een toernooitje aan gaan maken. Chrono World. Als iemand hem ziet in de chat, laat het even weten. Dan gaan we dat fixen. Hey, mensen, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie al, zijn jullie op vakantie geweest? Gaan jullie nog op vakantie? Zo, Quinten Wow, die achternaam. Quaddakkers. €2,50. Hoeveel vraag je voor een promotie? Bro, er staat in mijn YouTube, bij mijn, hoe heet het? Bij mijn kanaal staat een business e-mail. Daar kun jij, mijn e-mail vinden. Dan moet je daar even naar mailen. Dan beantwoord ik dat zo snel mogelijk. Zo. Thomas. Ja, bro. Ik krijg echt in 1 minuut al 10 vriendschapverzoeken. Zelfs bro, eentje met de naam Twisty. Ik zie echt 100 binnenkomen. En ik zie ook ineens 5 donaties tegelijk binnenkomen. Dus moment, bro. Hoeveel? Ja, het is niet goed. Mohammed Amin, kan je even T zeggen? Bro, even T? Dat heb ik gezegd. Dankjewel voor de 1 euro, bro, Mohammed. Echt SO naar jou. Dankjewel, hartjes in de chat. En dan komt Quinten dus met de promo. Die heb ik net beantwoord. Dankjewel voor je €2,50 superchat, bro. En Chrono wordt met een 5... Deze man stopt ook niet. Ik vroeg om zijn epic en man gooit het in een donatieberichtje. Oké. Okay. Dankjewel voor je 5 euro, bro. Ondertussen alweer 35. Ik ga je even toevoegen op epic, ja? Kijk dit. 269 verzoeken, boys. Dat is heel moeilijk, maar... White, Wolf, lage streepje, Alpha. Kijk, mensen. Soms moet je ook even teruggunnen. Want deze man gunt mij kapot hard. Dus dan moeten wij dat ook gewoon doen. Dankjewel voor de abonnees trouwens, mensen. Die komen ook in beeld. Dus als jij een publiekelijk abonneert, dan kom je in beeld. En dat is dus gratis. En dan mis je geen een van mijn video's. Want er komen gewoon 3 keer per week komt er een video online. Zo, Thomas, je komt weer lekker uit je vandaag. Wat? What the fuck? Bro, ik kon niet chatten. Ik dacht, er stond opeens chat alleen voor abonnees. Maar ik zit op een andere Google-account. Bro, je bent niet geabonneerd? Wow, ja, okay, zeg eens even wat ze moeten doen. Bro, iedereen moet abonneren, man. Ik abonneer zelfs aan mijn 2e YouTube-account nu. Dank het is ongekend. Kijk, als mensen dat nou eens even doen. Gewoon 65.000 keer 2, dan zitten we gewoon op 130.000 abonnees. Nee. Maar volgens mij werkt dat niet, want dat werd weggehaald. Ja, door klopt. YouTube zelf, denk ik. Niet op je tweede account, niet op je tweede account, mensen. Zo, 650 kijkers, rustig aan. Je ziet er leuk uit. Dankjewel, Remco. Dankjewel. Chrono World has invited you to join their party. Hey, bro. Chrono World, gaan wij dit potje winnen? Geef mij eens party leader. Ik vind als wij dit potje winnen, dan zijn wij strijders. Wacht, ik ga Nick ook erbij inviten. Maak mij eens party leader. Kies hem maar of hij liever 2's of 3's wil doen. Het kan, ik denk dat hij Nick erbij wil. Ik denk wel dat hij Nick erbij wil. Mag ik je epic? Hij staat hier. De kans dat ik je accepteer tussen deze 300 mensen is aardig klein. Dus wat net is gebeurd met de Chrono World is best wel zeldzaam. Bijna weekend, hey bro. Je hebt mijn weekend nu al helemaal goed gemaakt, kan ik je vertellen. Dankjewel, bro. Mag ik een SO? Yo, Marnik, sowieso krijg je een SO.
SO naar iedereen in de chat. Laat jezelf horen. Only wants to be your friend. Dat is vast de echte. Ah, oké, ik ben party leader. Let's go. We gaan een potje zoeken. Ik heb dus net een nieuwe controller, dus... Hey, lach maar niet uit, alsjeblieft. Ja, dat is altijd wel... Die controller moet echt ingespeeld worden. Die moet hard ingespeeld worden. Ja, yo, David, welkom, bro. Welkom in de chat. Nooit. David? Bro, besef, het is geen eens dag 28, hè. Het is gewoon de enige echte 27. Ja, IDG was de prime naam, ga ik heel eerlijk zeggen. Kan je Melanie Conte IDG? Zeggen? IDG, bro, dat was zijn naam. Heb ik Rijnt gezocht? Oh nee, oké. Ga je een keer aan 4Mens meedoen? Sowieso, bro, heb ik ook al gedaan. Oh, mensen die verzoeken. Ik hou van jullie, maar toch haat ik jullie tegelijk nu voor die verzoeken. Goh, het zijn er heel veel. Kan je dat niet uitzetten? Nee, weet je, ik laat het lekker gaan. En wie weet dat ik iemand accepteer. Bro, Chronoworld is insane. Je kijkt, bro, de chemistry is er. Ik wist het gelijk. Great pass. Laat je controller zien. Bro, dit is mijn nieuwe controller. Hopelijk focust mijn camera op. Waarschijnlijk niet. Thomas, je moet mijn mod nog weghalen. Ik weet niet wie jij bent. En ik weet ook niet waarom ik jouw mod zou weg moeten halen. Als ik ruzie met jou heb, dan moet ik misschien jouw mod wel weghalen, maar... Weet je, ik vertrouw gewoon op mijn mods. En als jij nog mod bent, dan feliciteer ik jou bij deze. Ik ga ervan uit dat je... Lang gehaald. Ja, bro. Maar ik heb ook lang niet op YouTube gestreamd, weet je. Dat is het, dus... Ja. Oh ja, Koen, ik moet jou nog mod geven. Dat zal ik zo even doen. En mensen, als jij nou denkt... Ik wil mod worden. Weet je wat je dan moet doen? Blijf gewoon lekker kijken bij de stream. En wees actief in de chat. Want ik kies echt oprecht actieve mensen. Hier, kijk. Koen is een actieve man. Dus die... Geef ook gelijk mod. Zo doen we dat. Welkom Koen bij het modteam. Sorry. Spooky. Wat? Spooky zei ik moest de VM hebben. Ja bro, hij kwam in beeld zeker. Ja, hij moest even het invite op wat druk sturen. Ah. Ik heb volgens mij een keer met hem gespeeld toen... Spooky is een hele goede speler, kan ik je vertellen. Ja, ik volgens mij, of niet met hem, volgens mij speelde ik een keer tegen hem toen ik bijna toen SSL was. Weet je nog, toen ik een heel seizoen met jou grindde. Dat zou goed kunnen. Was ik 1800. Ja. Toen kwam ik wel eens tegen hem volgens mij. Oh, dubbel. Oh, Chrono bro, bijna. Ja, hij is volgens mij rond de 1700 meestal. Hey, dankjewel voor de abonnees, die komen maar als een gek in beeld. Oké, deze nieuwe controller voelt alsof een baksteen, als ik met een baksteen speel, maar dat maakt niet uit. Dat is echt even winnen. Oh. Pinch? Chrono World, ja, chemistry. Met hem, doe het. Oh, jammer. Yo, guitar covers bij Milan, welkom. Yo, Spooky NL, die had ik al gezien. Yo, Kira, yo, Toofile. Yo, Space Mats, yo, Luca, welkom allemaal. Laat je horen in de chat. En alle mensen die hierbij zijn, sowieso bedankt. Oeh, want jullie zijn stuk voor stuk legends. Goh. Bro, Chrono World, wat zegt hij Eurink? Ik had een rank met hem moeten doen. Hij is gek. Hij is gekke man. Hij is gek. Ik ga hem binnenkort inviten, gewoon. Rank 2v2. Dus, eng, ja, is goed al, hè? Je bent goed, Thomas. Dankjewel, Mika. Ik doe mijn best. Ik ben niet meer zo goed als ik altijd was, helaas. Maar dat maakt niet uit. We worden vanzelf weer beter. Yo, Hybrid, welkom. Oh, wacht eens even. Ik heb geen reason omdat mijn nieuwe controller voelt als een... Oké, dat was geen excuus. Ik ben gewoon slecht. Yo, Jochem, welkom, bro. Yo, Remco. Heb ik volgens mij al gezegd, maar weet je, misschien zijn er twee Remco's in de chat vandaag. Hey, laat jullie naam eens even horen, want sommige mensen hebben zo'n game naam en dan kan ik jullie echte naam natuurlijk niet zien. Dus laat jullie naam eens even horen in de chat. En dan gaan we zo meteen natuurlijk dat toernooi aanmaken. Zo, gekke lagspike. Yo, Lennon. Hey mensen, sorry voor de lagspikes. Ik heb een sponsor nodig voor een computer, dus als jij nou een computerbedrijf hebt, mail mij. Nou, dan komt het helemaal goed. Nee, grappig. Ja, op zich, als een computerbedrijf kijkt, weet je... Zo, gekke donatie. Even kijken, Robbe. Zeg dat deals en bericht kijken op Discord van Oli. Ik heb uitgelegd waarom die naam. Yo, Robbe, dankjewel voor de 1 euro, bro. En je hoort het, Nick. Jij moet even Discord kijken van Oli. Hugo, nee, Jamie, Rowan, Meesam, Martijn. Gekke mannen in de chat vandaag. Iemand had mij berichten gestuurd met de naam Oli. Ik zei ja, zo, mij joh, dus ook. Ga je ook een eigen naam bedenken? Ja, je moet even op me reageren, dus. Zegt hij. Ik zou zo op me reageren. Hey, Robbe, dankjewel voor de 1 donatie, bro. Love naar jou. Zo, hij paast. Ja, bro, we kunnen het gewoon met hem gaan teamen. Bink, Resul, Scott, Raiden, Gijs, Bink, Seger, Tymon, Maurits. Hier, kijk, alleen maar strijders. Seger? Ja, bro, Seger.
Zeg je dat wel goed? Ja, dat zeg ik heel goed. Wat, hè? En ik weet ook dat ik geen één letter om mag draaien daar. Joost aan. Vince, Giovanni, Mike. Mike Oxlong. Die ken ik nog niet, bro. Bro, je kan mij niet toen met Cheesefish geproefd. Ja, bro, dat kan echt niet. Cheesefish ging voor het eerst live. Hij trapte in alles. Bro, dat was de eerste keer dat Cheese live ging. En iemand prankte hem, zeg maar, met... Ja, oké, ik ga niet nazeggen nu. Zeg maar, Jager en dan of die andere. Ja. En daar trapte Cheesefish in. Dus hij zei in zijn eerste stream ooit, zei hij gewoon, zeg maar... Nou ja, niet het N-woord, maar je snapt wat ik bedoel. Hij ging ook icefollow. Die was in dezelfde stream, bro. Allemaal achter elkaar ook. Yep, eerst was... iemand probeerde het en toen dacht ik vorige vraag, ga dit ook proberen. Bro, iedereen zat hem te pranken gewoon. Het was echt heel erg. Hij durfde op een gegeven moment ook niet meer zijn chat op te lezen. Gewoon zo erg was het. Bro, als hij een donatie kreeg, moest ik hem eerst gewoon even lezen, snap je? Om te kijken of het veilig was. Nee, maar jullie krijgen mij niet geprankt met dat soort dingen. Ik ken al die dingen. Want ik was vroeger ook zo'n kutkind. Die ging dan gewoon streamers pranken met dat soort dingen. Ik ben aan het begin volgens mij best wel eens in de maling meegenomen. Ja, jij trapt daar ook snel in, hè? Ik heet Nick, zonder grap. Hé, dan heb jij een mooie naam, want mijn teammate heet ook toevallig Nick. Hoorde? Ik wil niet heel veel zeggen, maar we hadden het beter red kunnen doen met Chrono World, want dit is te makkelijk voor ons. Hoe heb ik gescoord hier? Ik snap het niet. Doe eens recht achter, dan ga jij naar de backboard en dan gaat Chrono gas omhoog geven. Rechtsachter, ja? Hoppa. Dat is meer naar rechts van. Maar yo, don't run, welkom Emir, bro. Emir, welkom. Bang, hoog, boom. Ja, let op, ik scoor dit voor jou. Met mijn nieuwe controle. Oh, jam. Mokker. Zeg je eerlijk, Rijn gaat hem ook wel gewonnen, denk ik. Wat makkelijk gewonnen. Deze guy is oprecht goed. Hey, volgens mij staat de muziek niet meer aan. Of ben ik gewoon doof in mijn oortjes? Ik ga het even wat harder zetten misschien. Oh, het staat nog wel aan. Momentje hoor. Klein beetje harder. Zo. Dan hoor ik er zelf ook nog wat van. Mijn donatie komt niet in beeld. Hey bro, dan is er iets fout gegaan waarschijnlijk. Ik zou zeggen, probeer het opnieuw, tenzij het natuurlijk van je rekening is afgeschreven, maar... Nee, lof naar alle mensen die doneren, want ik ben natuurlijk bezig met het sparen voor een bureaustoel. Alleen die is best wel aardig duur. Dat willen jullie denk ik geen eens weten. Maar ja. Wie weet je kwijt dat merk? Herman Miller. Maar het ding is, ik moet een goede stoel hebben, want ik zit veel te veel op mijn stoel, alleen ik zit nu in een keukenstoel. Dus, weet je... Bro, ik heb nog nooit jouw stoel gezien. Doe eens een keer stoel review. Nee, bro, ik ga geen stoel review doen. Ik schaam me daarvoor. Ah. Misschien bij de 1000 likes doe ik een stoel review. Boy, je ziet het. Like het. Bij de 100.000 abonnees doe ik een stoel review, ja? Boy, joh, die lag, jongens. Die zien jullie ook waarschijnlijk. Dit is dus wat ik bedoel. Ik geef één tikje midden. Komt die voor jou? Nee, voor Chrono World, bro. Wacht. Ik doe het wel. Weet je, wij moeten de chemistry ook nog even showen. Hij valt gelijk, dit was wel easy. Dit was easy inderdaad. Ik heet Ben. Die ken ik ook nog niet. Ben Dover. Hele goeie bro, hele goeie. Alright. Eens even kijken. Ik heb de party geliefd, sorry Chrono World. Maar dat komt omdat Nick en ik nu een toernooitje aan gaan maken. Ik invite misschien komen we hem wel tegen. Ik denk dat hij wel ver kan komen. Bro, ik zou niet graag tegen hem willen komen. Aan de ene kant wel, want hij is een legend. Maar hij is fucking goed. Hé, hey, stand met de 3 euro. Deze 3 euro is voor onze lieve Droif. En dan moet je hem niet aan mij doneren, bro. Maar je hoort het, Droif. Deze 3 euro is voor jou. Hé, hey bro, Stan, dankjewel voor je 3 euro donatie. Dikke SO naar jou. Hartjes in de chat voor Stan. Dankjewel, bro. Die chair is gewoon Thomas. Yo. Heb je wel eens gehad dat Bakkersmod het gewoon niet doet? Dat heb ik wel eens een keer gehad. En toen werd ik best wel boos, eigenlijk. Maar yo, Rolf, welkom. Bij mij staat er dus, als ik via Steam speel, dan staat er, als ik mijn injection check, dan staat er gewoon dat Rocket League niet aanstaat. Dan moet ik jou even helpen, denk ik, binnenkort. Helemaal prima. Even kijken, de naam is Twisty. En het wachtwoord is Twisty. Laten we even Twisty 1 ervan maken. Twisty 1. Twisty 1. Want anders is er misschien al iemand die dat heeft gemaakt. Wij joinen. Teamnaam is Nick en ik. Hoppa. Let's go. Ja, dat vond ik een mooie. Hé, hey, ja, kunnen jullie even... De naam en de wachtwoord spammen. Dat is, en ik zal jullie ook even laten zien hoe jullie kunnen joinen. Ten eerste heb je een teammate nodig. Als je nog geen teammate hebt, join de Twisty Discord. Ik word ondertussen gebeld door een kijker op Snapchat. Laten we even opnemen. Yo bro, welkom in de livestream. Yo. Yo. Hallo? Hallo?
Hallo. Yo, hoe is ie? Goed, met jou? Goed, je bent in de livestream, bro. Ja. Zit je te kijken? Shit. Wat? Hallo? Oh, hij praat niet meer. Hé, hey, bro, fijne avond, ja? Hij heeft zichzelf gemute. Ah, oké. Hij zei van hallo. Maar ik zal even laten zien hoe je kan joinen. Je gaat hier naar tournaments. Dan ga je naar custom. En dan staat hier join private. Maar je moet een teammate hebben, niet vergeten. Dan vul je hier in Twisty 1. Dan heb je hier een wachtwoordje. Die vul je ook in Twisty 1. En dan zoek je dat toernooi. En dan kun je hem niet vinden. En dan kun je hem niet vinden. Dan gaan we het even opnieuw doen, natuurlijk. Twisty 1. Twisty 1. Oké, dan kun je hem natuurlijk wel vinden, want er zitten al 15 teams in. Twisty 1 en Twisty 1. Let's go, jongens. En ik vind dat iedereen even zo'n uniek mogelijke teamnaam moet vinden. Bedenk maar wat leuks. Als het zo lang had, maar gewoon kan. Hey, als Thomas? Het niet kan. Ja? Kom zo eens een Rumble 1v1. Rumble 1v1, bro. Je gaat mij nog eerder op Fortnite zien dat wij een Rumble 1v1 gaan doen. Ja, bro. Oprecht. De Rumble ga ik niet doen. We kunnen wel Boomer even eentje gooien nu. Ja, is goed. Wow, Rumble van is echt tering grappig. Oh, echt waar. Ik klik ROCS aan, dat moet ik niet doen. Eens even kijken. Zo, 620 mensen. 620 mensen kijken ook. Dat is echt... Kom bellen, even kijken. Ik word gebeld door fucking voor kijkers nu. Dat had ik ook niet moeten doen eigenlijk. Wacht, ik ga Emir opnemen. Belt hij mij? Bro, mensen gaan mijn video bellen tijdens een livestream. Kom op. Heeft iedereen jouw snap of zo? Ja, ik heb snap sinds kort, hè. Ja? Ah, oké, de eerste die mij nu belt op Snap, ik heet Twisty op Snap, die neem ik op. Wat als ik bel? Hoeveel geld wil je van mij, bro? Je hoeft geen geld te doneren, echt niet. Maar het wordt wel enorm gewaardeerd natuurlijk. En je krijgt een dikke SO. Jullie hebben 8 minuten om te joinen, genoeg tijd. Staat een Boomer dan? Oh ja, Boomer eventje. Doe je nooit Rumble of Johan? Dat is echt heel grappig al, hè? Weet je, we doen wel Rumble 1v1. Gewoon even... Ja, dat dacht ik. Doe maar. Ik word gebeld door Levi. Even kijken. Yo, Levi! Yo, Levi is dit, toch? Ja, bro. Welkom. Je bent op de livestream. Ik zie het. Ja, bro. Wat wil je zeggen tegen de livestream? Wat moeten ze doen? Maar hoor jij hem ook, Nick? Nee. Oh, wacht. Praat eens. Yo. Nu wel? Ah, oké. Wat moeten ze doen, Levi? Ja, doe maar even liken voor de store review. Ja, toch. Liken voor die store review. Dat is het. Alright. Hey bro, mijn 1v1 staat, ja. Ik kan niet verliezen van Nick, dus ik ga ophangen, ja? Kan dat niet? Yo, hey. Doei doei, bro. Oh shit, ik heb opgehangen tijdens zijn zin. Sorry, Levi. Het spijt me. Een Rumble 1v1 is ongekend. Bro, staat Boomer nog aan of zo? Of pincht hij gewoon zo hard? Ik pinch. Oh, ja, kut, ik heb... Je. What the fuck? ik heb mijn settings verkeerd staan voor Rumble. Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Nee, ik kan niks doen. Oh, het is die kant. Hey! Ah, oké, we zijn back in the game. Terug in de game, chat. Ja, bro. What the fuck, bro? Ah, oké. Die ga ik onthouden van jou. Ja. Levi altijd weer, hè? Ja, Levi die belt even. Oh, yo. Bro? Kleine misser. Fuck hem met jou, bro. Ja, Rumble is alles. Snel. Ja, ik vind Rumble niet de leukste game, maar misschien tegen Nick is het leuk. Je mag wat? Ik zweer, het kan echt heel grappig zijn. Het doet best wel vaak laatste tijd. Ja, echt. Ah, willen jullie een Rumble 1v1 tegen Nick zien? Zo, yo, ik krijg een hele enge dono binnen. Maarten, 20 euro voor een betere rug, maatje, bro. Maarten, dankjewel voor de 20 euro donatie, bro. Wee, yo. Hey, dankjewel. Jij brengt mij iets dichterbij bij die stoel. Dat is gewaardeerd, zeg maar. Want mijn rug die begint klachten te krijgen. Nee, het valt mee. Oprecht, die keukenstoel is beter dan de gemiddelde gaming chair. Ik maak geen eens een grap. Maar, toch zou... Kut, Nick. Toch zou ik wel gewoon graag een stoel willen hebben, weet je wel. Hey, Maarten, dankjewel voor de 20 euro. Hartje in de chat voor Maarten, bro. Echt oprecht. Dankjewel. En ik krijg ondertussen gewoon nog 10 verzoeken per seconde op, heb ik. Dat maakt niet uit. Hangen. Oh! Oh shit, je was echt bijna langs mee. Dat weet ik. Oh shit, wat doe ik? Bro, nee. Ik kan nog steeds niet beseffen. Maarten en Robben en Stan en Chrono World. Allemaal gekken vandaag, jongens. Ik word constant gebeld op Snap. Jongens, stop met bellen, ja?
Ken je Douwe? Ja, ik ken Douwe zeker. Hey Jelle, welkom. Welkom Jelle, bro. Jij bent het broertje van Douwe, als het goed is. Welkom bij de stream. Naam is inderdaad Twisty1, wachtwoord is Twisty1. Vergeet het toernooi niet te joinen. En als jij nog geen teammate hebt, join dan de Twisty Discord. En een van mijn mods zal even het linkje van de Twisty Discord in de chat zetten, zodat je die Discord gewoon kan joinen. Zo, Zeon met de 1 euro donatie. Dankjewel. Veel succes met de stream, bro. Heb net een operatie gehad, dus jouw stream is een leuke afleiding. Hey bro. Sterkte, man. Ik hoop dat de operatie goed is gegaan. En ik vind het fijn om te... Wow, mooie goal. En ik vind het fijn om te horen dat je een beetje afleiding hebt kunnen vinden door deze stream. Dankjewel voor je 1 euro donatie, bro. Wat voor operatie heb je gehad, Zeon? Hopelijk was het niet te ingrijpend. Wat is je snap? Twist die op snap. Oh, dit. Ik had je echt wel laten omgoen, hoor. Nou, dat doe jij niet zomaar. Zelfs niet als ik de chat lees. Let op, let op deze prizi. Nee. Hoi, joh. Kom eens even vliegen, jij. Kom. Zo, gekke mensen. Bro, Jeremy, dankjewel voor de 3 euro donatie, bro. Jeremy, tuurlijk weet ik wie jij bent. Ik ken Jeremy al sinds ik 8 ben en 10 ben of zo. Jeremy heeft mij vroeger met alles geholpen van YouTube toen ik, zeg maar, nog geen professionele YouTuber was. Toen ik Minecraft video's maakte, Skywars video's en zo, toen was Jeremy de guy die me altijd hielp. En ik had ook vroeger... Je hebt dat gemaakt? Ja bro, ik heette Tommy Speelt vroeger. Dat weten niet veel mensen. Waarom weet ik dat niet? Ja, dat zijn geheimen die ik eigenlijk geheim wilde houden, maar die... Tommy Speelt? Tommy Speelt bro, dat was mijn naam vroeger. Ooroperatie, hey, sterkte bro, hopelijk is alles goed gegaan. Maar dankjewel voor je 3 euro Jeremy bro, we gaan echt way back. Kijk, Nick heeft mij geholpen met de Twisty missie, maar... Jeremy heeft me geholpen met de Tommy Speelt missie van toen. Wow, wat een goal bijna. Was hij een beetje geslaagd dan? Oh, ik had 1000 abonnees binnen een paar maandjes wel. Dus op zich. Oh, dat is netjes. Alleen, ik durfde niet met facecam doen, bro. Ik vond het heel eng. Ik had zo'n Logitech C920 facecam, weet je wel. En ik had zo'n USB mic. Ja, ja. Maar ja. Hey, maar Jeremy, dankjewel, bro. Zo, 65.300 abonnees had. Dit is echt weer gekte. Dit is gewoon weer gekte. En gewoon standaard 650 kijkers bijna. Abnormaal, mensen. Abnormaal. Ik hou van jullie, oprecht. Jullie hebben in zo'n korte tijd mijn leven veranderd. Dat is echt oprecht zo. En er is eigenlijk maar één man die ik daar weer voor kan bedanken. En dat is Nick. Bro, zonder Nick was er geen Twisty op jullie beeldscherm. Dat kan ik jullie heel makkelijk uitleggen. Want Nick was degene die zei... Jij moet YouTube gaan doen, bro. Nick zag de potentie. Man. Voor de rest hebben we het allemaal zelf gedaan. Dat klopt, bro. Nou, niet volledig natuurlijk. Heel veel mensen hebben mij geholpen met opnames en dat soort dingen. Maar jij hebt Twisty bedacht. En gewoon me gemotiveerd, bro. Dat is... Lekker bezig, Nick. En nu ga ik even naar freestyle pitten. Oh, niet jou mij. Nee! Oh, als ik daar mijn reset mee pakt, hè, bro. Ah, ik word geracht door de paal. Ja, toch, bro. Bijna 600 likes, boys. Bro, Maarten, doe normaal. Nee, ik kreeg ook een gekke lagspike ondertussen. Maarten, bro. 20 euro donatie nog een keer. Maarten, bro. Ja. Wat moet ik zeggen? Gooi even hartjes in de chat voor Maarten. 2 keer een 20 euro donatie. Bro is gewoon een dono bet aan het doen met Chrono World Team. What the fuck? 20 euro, Maarten. Hey. Bro, jij doneert maar die stoel gewoon bijna, bro. Wat is dit? Dit is echt gekke werk. Oh, ik scoor bijna een eigen goal hier. Hier, wacht. Weet je, voor jou, Nick. Voor jou. Ik gooi hem van in mijn eigen goal. Hey, Maarten, bro. Dankjewel. Oprecht. Love naar jou. Echt love. Dankjewel, bro. En ik weet niet of jij in de Discord zit, maar jij krijgt een dikke rol van mij. En alle andere donateuren ook, want dat is standaard. Oh shit, wat doe ik? Maarten is gek, ja bro. Ik zie een andere Maarten in de chat ook. Yo Mighty Dragons, yo the boys, welkom. Wat ben je aan het doen, bro? Wat ben je aan het doen? Hé, dat toernooi begint over 1 minuutje. Dus als je nog niet gejoined bent, de naam is Twisty1, het wachtwoord is ook Twisty1. Dus ga dan naar het toernooi. Oh, wacht. Even kijken of ik nog wat moois kan doen. En Nick wil scoren. Okay. Wacht, bang. Nee! Je wou scoren, hè, own goal. Ja. Ah, dikke GG. Ik ga nog even één keer laten zien voor de mensen die nog niet gejoind zijn. Je gaat naar custom, dan ga je naar join private. Dan ga je Twisty1 invullen, samen met jouw teammate. En dan ga je nog een keer naar Twisty1. Dan doe je search. En dan zitten er 70 teams in. Bro, jullie zijn abnormaal. Ik hou van jullie. Yo, Nico, welkom bij de stream. Stoerenviel. Hey bro, die komt nog niet, die komt nog niet. Ach, ik word weer gebeld door een kijker. En meer welkom. 400 likes. 400 likes, dan moet ik die story veel gaan doen. Dat vind ik toch best wel spannend, mensen.
Dat vind ik. Dit is een stoel waar, waar alles op gebeurd is. Bro, oprecht, ik heb deze stoel al zo lang. Zo, Max de Mexicaan, €22. Keep up the content, want jullie twee blijven fucking bazen. Bro, Max de Mexicaan, een superchat van €22. Doe normaal, jullie zijn gek, jullie zijn... Bro, hoe kan ik jullie nog bedanken voor dit? Bro, Max de Mexicaan, het toernooi gaat nu beginnen, maar... Abnormaal letterlijk, dankjewel bro. Hij komt nu ook in beeld. €22. Hoe dan? Letterlijk hoe dan? Waar heb ik dit aan verdiend, jongens? Dankjewel, bro. Ook voor het bericht erbij. Dat waarderen wij enorm. En Nick, hij noemt jou ook een basis, dat je het weet. Hij is een legend. Bro, hij is oprecht een legend. Jullie zijn allemaal legends, eigenlijk. Iedereen die is een legend. Zo, Kevin ook nog met de €1 donatie. Ik ben beter dan jou in Rocket League, maar ik ben een grote fan. Hey, Kevin, bro. Aan de ene kant moet ik je bedanken voor die €1, maar aan de andere kant ben je me gewoon aan het uitdagen hier. Wat is dit nou, bro? Gekke shit. Zo, nog een donatie. Ben je een Christy-fan, bro? Ai, waarom geen deal-fan? Wat is dit nou? Nee, grapje, boys. Dankjewel. Ik lees de donatie zo op, boys. Wow. Ik lees de donatie zo op, wou ik zeggen. Thomas, weet je wat je eigenlijk volgende toernooi moet veranderen? Wat moet ik veranderen, bro? Dat je bijvoorbeeld maximaal 5 goals doet. Dat is een hele goeie. Want dan kunnen we meerdere doen. Ja. We kunnen de padje doen, dan zijn de padjes sneller. Dat klopt, dat gaan we de volgende keer doen. Iemand zegt Flipper, die zet dus €50. Hey Remco, die challenge wil ik wel aan. Bro, die durf ik wel aan. Ga je fase? Oké, let op. Flashback? Oh, doe zelf. Wacht, ik ga de setup zelf fixen. Doe je ding. Als ik de boost zometeen span. Oké, dat bedoel ik nog niet. Mag ik €70 doneren, bro? Alleen als jij toestemming hebt van je ouders of je bent 18 plus natuurlijk. En als je wil doneren, dan mag het altijd, want het is vrijwillig. Maar het hoeft niet. Ik ben al heel blij dat je gewoon kijkt. Ik ben blij voor elke kijker die er is zelfs. We worden hard gefeest. Wat is dit, man? Vindt hij die ook echt af? Zo, bro. Ik word echt gek. Ik zie donaties binnenkomen, maar ik reageer na het potje, mensen. Oh, weet je, ik kan nu. Jeremy, €3. Dankjewel, bro. Ja toch, bro. We gaan way back. Ik ga er vandoor, man. Succes nog even. Ik zie je volgende week zaterdag voor uit eten, bro. Is goed. Hey, Jeremy, ik zie jou inderdaad. 19 augustus. Zo, ik schrik. Jeremy, dankjewel voor de €3 nogmaals. En Taxi Centrale Noord NL, €10, bro. Jullie zijn gek, man, met de donaties vandaag. Ik heb nog nooit zo'n stream gehad, letterlijk. En het blijft me gewoon doorgaan. Ik ben gewoon constant aan het oplezen hier. Bro, hartjes in de chat. Hartjes in de chat. En Max de Mexicaan, die superchat zie ik ook nog steeds daar staan. Die blijft ook nog wel even staan. Ja, goal, je ziet het goed. Je ziet het goed, ik ben weer live. Yo, Niels, yo, Barry Batzak. Ik ben linksachter. Komt. Oh shit, ze doen gekke kikkels. Sorry Nick, als ik wat gekke dingetjes doe. Maar nee. Waarom doet Nick geen facecam? Omdat ik daar Nick niet om had gevraagd. Ik wou het wel doen, maar ik was iets te weinig tijd om dat allemaal te regelen. Maar ik weet zeker, als ik aan Nick had gevraagd, doe je facecam aan, dan had hij het zo gedaan. Ja. Yo Nick, €2,50. Ja, sowieso volgende keer met Cammy bro. Nick, €2,50. Yo, twistie deze donaties voor je stoel. Hé, hey, dankjewel voor je €2,50 superchat. Dit gaat sowieso naar mijn stoel toe. Want geloof mij, deze stoel zit niet heel lekker meer. Ik wacht op jouw nieuwe stoel. Op die nieuwe stoel zeg ik. Ik praat helemaal weer gek. Yo Steezy, welkom bro. Yo Tisken, yo Lewis, yo Mika. Sorry, ik kan niet doneren. Ik ben blut, maar ik wil wel doneren. Bro, luister. Ik waardeer het al enorm dat je kijkt. Geloof mij. Als je gewoon actief bent in de chat, dan waardeer ik je al enorm. En we gaan gewoon een gezellig stream ervan maken, dacht ik zo. Want we zijn ook pas net begonnen. Oh, sorry. Thomas, je moet even die flip reset doen, bro. Oh shit, bro. Ik was de flip reset vergeten. Ah ja, oké. Moet dat dit potje, Remco? Mooie stream. Ik geniet. Hey, mooi om te horen. Ik hoop dat jullie allemaal genieten deze donderdagavond. Yo, Tom Oldenburg met de €2 donatie. Hier voor jou. Kan je een SO geven aan Anouk? Sowieso. Wacht. Flip reset. Oh. Ik heb geen flip, volgens mij. Nee. Nee. Kan je een SO geven aan Anouk? Tom, dikke SO naar jou en Anouk. Bro, Max de Mexicaan met de €11. Nooit zo'n stream gehad, zei je. Bro, ik zweer het, ik heb nog nooit zo'n stream gehad. Dit is echt gekke werk. Doe even hartjes in de chat voor alle donatiemensen. Alle kijkers sowieso gewoon. Max, dikke SO naar jou, bro. Dankjewel. Dankjewel. En dankjewel Tom, dankjewel Nick, dankjewel Taxi Centrale Noord. Dankjewel iedereen die erbij is. We gaan gewoon lekker Rocket League spelen vandaag. En we gaan gewoon lekker gewoon praten met chat. Doe dubbeltap 100 euro. Bro, het wordt steeds gekker. Als ik dat deed? Eerste flip reset. We gaan eerst flip reset. Ik moet even een goede setup krijgen. Misschien dat deze kijkers stil kunnen staan. Nee, grapje. Ja, maar kijk, wat is dat is? Ik heb net mijn nieuwe controller, dus het voelt allemaal net niet chill. Je hebt direct nog een kans, wel? Ja.
Oké, volgens mij heb ik hem nu wel. Nee, wat ben ik aan het doen? Sorry. We hebben nog genoeg kans. 2 minuut 40. Ik heb geen teammate. Hey, join de Twisted Discord, dan kun je daar een teammate vinden. Of in de livestream chat zelfs. Yo Turbo, yo Sander Dave. Hey Sander Dave, legend. Jij hebt meegedaan aan mijn video. Ik ga demos pakken voor je. Is goed, ik lag echt heel erg. Ik weet niet of je het ziet. Dat is niet helemaal te zien, nee. Ik denk dat de stream het wel zag. Oh yo, gekke bumps. Yo Stuart, yo King Quinn, yo Turbo. Die heb ik net al gezegd. Oké, even kijken. Je hoort Twisty gewoon stressen in zijn stem. Bro, ik stress niet. Ik ben gewoon helemaal hyped door deze leuke stream. Ik ben niet aan het stressen, gelukkig. Maar ik ben wel hyped. En ik heb het warm. Omdat het gewoon echt gekke werk is. 700 kijkers. Jullie zijn gek, man. Hey, als er één van deze 700 kijkers die nog niet is geabonneerd, doe het dan even. Want we gaan gewoon richting die 100.000 abonnees dit jaar. Dat is wel het doel. Yo, Casia. Yo, Melle. Welkom. Oh, wacht. Dit is de setup, denk ik, man. Doe het, als ik even niet lag. Nee, ik verpest het echt hard. Bro, weet je wat ik gisteren had tijdens die opname, die lag? Dat komt dus niet door mijn controller disconnect, maar dat komt dus door mijn PC, denk ik, man. Ja? Dat denk ik echt. Yo, Keanu. Je bent niet de enige die hyped is, man. Ik heb het door, liever. Er zijn veel mensen hyped vandaag. Bro, hier zijn echt gekke lags bij. Sorry daarvoor, mensen. Sorry. Kuxer pinch 15 euro, bro. Ik ga eerst de flipper set doen. Alleen deze mensen geven weinig ruimte. Ik heb geen koorts meer en ik ben niet meer ziek. Let's go. Hey, nice. Bro, iemand zegt outplayed, maar ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik ben niet echt aan het opletten. Ik ben wel op je flipper set aan het gaan. Ik zit de hele tijd lekker chat te lezen. Hij komt. Oh, wacht. Oh, ja? Dus dit kan hem worden. Ja, hoor, de flip reset is geland. Oké. Wat is next? We gaan gewoon gelijk voor de kuxepins dan. Komt hier nou weer een toernooi? Als wij er nog zin in hebben, en als jullie er nog zin in hebben natuurlijk, dan komt het helemaal goed. Je bent de beste, hé, jullie zijn de beste. Fake hem eens. Wacht. Gelijk kuxepins. Vlieg met je mee, bro. 99 cent van Nick, dankjewel voor je 99 cent superchat. Er zit geen berichtje bij, maar... Dankjewel bro, dankjewel. Die komt ook nu even lekker in beeld. Met mij, Nick? Ja, flik. Oh joh, wat een flik. Ik save deze even. Pass back, als ik kan. Ik demo hem dan, heb jij de bal? Nou joh. Probeer te rieden, maar moeilijk. Heb ik al. Oh jammer. Yo, Daan, yo, Lewis, yo, Mick, yo, Frisha. Dankjewel voor de nice shot. Zo, dat ging bijna in. Yo, 2 euro Tom Oldenburg. Wie wint 12-0 en ik doneer 12 euro. Bro, ik kan nog geen 12-0 meer winnen, maar... Dat wordt lastig. Maar dankjewel voor je 2 euro, Tom. Esso naar jou. En Esso naar Nick natuurlijk. Zo, het is echt gekke werk, jongens. Het is echt gekke werk vandaag. Ik kan niet anders zeggen dan dat het gekke werk is. Ik moet elke 2 seconden moet ik een donatie voorlezen en elke... Ja, het is echt abnormaal. En de lag is ook abnormaal soms, maar dat maakt niet uit. Bro, ik kan niet doneren. Sorry, bro. Echt sorry. Maakt niet uit, Remco. Ik had ook niet anders verwacht. Ik heb de flip reset wel voor jou gedaan. Je bent zo'n legend. Hey, Gaspard, jij ook. Komt hier nou nog een toernooi? Waarschijnlijk wel. GG, dikke GG naar deze mensen. Eens even kijken hoe het ervoor staat. Annika Pleimen. Even kijken. 718 kijkers, jullie zijn gek. Hey, als iedereen nou eens even abonneert. Even kijken hoeveel abonnees ik nu heb. Ik heb nu 65.347 abonnees. Kijk, als nou even 50 mensen nog abonneren. Dan zitten we gewoon alweer op de 400. Is je gegund, bro. Dankjewel, Jesse. Dankjewel, oprecht. Love naar jou. Eerst even kijken. Zo, gekke banger dit. PlayTV met de 1 euro donatie. Dankjewel, bro. Zo, ik had een voice crack bijna. Dankjewel. Je hebt geen bericht erbij gedaan. Maar als je het nog wel hebt, laat het me weten. Met mij gaat alles goed, Robert. En met jou? Zo, ik heb suiker bijna. Tom Oldenburg, aankomend potje bedoel ik. 12-0 zei je, bro. Hé, hey, dankjewel voor de 2 euro superchat nog een keer, Tom. Is goed, bro. Dan gaan we voor 12-0. Ah, wij moeten 12-0 winnen, Nick. Heb je het gehoord? 12-0. Ja, let's go, bro. Ik heb wel echt lag een beetje, dus... Ik zal mijn best doen. Nice, oké, we beginnen goed.
Wat als we 13-0 winnen, telt dat ook? Of nee bro, bij 12 gaan wij stoppen, moeten wij de bus dichtgooien. Fake. Wel oppassen dus, hè? We moeten oppassen, hoor. Naar mij? Heb ik je? Ik score deze voor jou, ja? Doe eens even. Hier bro, ik zei het jou, Ik score als we, voor als we zo doorgaan, dan zijn we met een minuut al klaar, hè? Ja, dan moeten we 4 minuten de bus dichtgooien, gewoon. Nee, maar SO naar de kijkers waar we tegen spelen, ook. Yo, Roytje bro, welkom! Roytje is altijd bij, Roytje is een legend. Ik kan niet anders zeggen. Roytje is goed. Roytje is iemand die maakt kans op mot, omdat hij zo actief is in de chat. En er zijn nog meer mensen actief in de chat. Zo, we gaan hard. Tom, ik weet niet of jij het ziet, maar we gaan op een tempo, dat is niet normaal. Bjorn, 6 euro. Als iemand een teammate zoekt, stuur me een bericht op Twisted Discord. Diamond 1 en 2's. Hey Bjorn, dikke SO naar jou voor de 6 euro donatie. Dankjewel bro. 6 euro, abnormaal ook weer. Hè. Het is echt abnormaal. En je hoort het mensen, als je een teammate zoekt, kun je Bjorn een bericht sturen in de Twisted Discord. Dan moet je misschien dus wel... doen David en zo ook wel mee. Ik denk het niet. David startte net zijn Rocket League opname. Oh. Dus ik denk dat hij nu niet... Waar blijft de Kuxer Pinch? Die heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik heb nog genoeg tijd hiervoor. Zo, ik lag echt heel hard. Sorry mensen. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Ik ga gewoon vanavond nog een nieuwe PC bestellen als het moet. Nee, oké. Okay, dat kan helemaal niet. Ik moet even een sponsor daarvoor regelen. Maar ik word er wel gek van. Laat ik het daarop houden. Ik kan er heel slecht tegen als technische dingen me tegenhouden. Snap je? Daar kan ik echt slecht tegen. Want ik hou niet van lag. Nice, goeie kop. Yo, ik zit er ook in. Jackie Toppie. Yo bro, RLRL. Lekker man. Jackie Toppie is een goede speler. Dus als je dat echt bent, dan wordt het nog leuk. Ik fake hem. Is goed. Waar blijft de kuxer? Komt eraan. Oh shit. Wij mogen geen één goal tegenkrijgen. Nice. Twist die flag. Komt die 3-2 en boom! Hoppa, let's go. Lekker. Twisty is slecht. Hey, Mette bro. Als jij hier komt om te haten, mag je heel snel weggaan. En dan hebben we jouw energie ook helemaal niet nodig. Dan ga jij lekker buiten spelen of iets. Oh. Plus? Hoeveel euro heb je met de donaties? Ik weet het niet bro, maar het is echt gekke werk. Er zijn veel donateurs vandaag. En er zijn sowieso veel kijkers vandaag, dus love naar jullie. Hey, mensen oprecht bedankt gewoon. Jullie zijn de beste van iedereen, gewoon letterlijk. Dat was geen goede zin, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik choke zo hard. Liva, gewoon tryden, bro. Doe dubbeltap 50 euro. Hey, mensen. Ik geloof niet zo in die challenges, maar weet je. We kunnen altijd gewoon proberen. Oh shit, sorry Nick. Werk hier samen. Hey, Jackie Toppie, ik ben down. Oh shit, hij had nog bijna de goal. Je bent echt een baas. Dankjewel, Lodewijk. Jij bent ook een baas. Ik sta 3-1 voor. Lekker bezig. Wij staan 5-0 voor, maar we moeten nog 7 goals maken. Nee. Nick? Die heb je niet. Nee! Ai bro. Oh, jammer. Hij geurt niet, man. Pian nam, man. Yo, Nout. Wat vind je van Douwe's kookkunsten, bro? Douwe kan heel goed koken. Oprecht heel goed. Voor de mensen die afvragen wie is Douwe. Douwe is het vriendje van mijn zusje. En die man die kan echt fucking goed koken. Dus dat is gewoon een win-win situatie. Yo Thomas, welkom. Yo Alexandro. Yo Nicole Smits. Ik moet tegen Seeks, dus ik ben de eerste ronde uitgeschakeld. Ja, als je tegen Seeks komt, dan is het toernooi niet heel leuk, denk ik. Maar sorry, Nick. Dat is echt maar wet. Maar niet uit, bro. Maar niet uit. Ik heb je gecanceld. Ja, bro. Hopelijk niet in het echt. Nee. Dat kan toch ook niet? Nee, bro. Ik ben niet cancelbaar. Dat dacht ik. Ik ga backward. Ik ben wel benieuwd. Welke rank zijn deze mensen hier in de chat? Laat het me weten. Waarschijnlijk zijn veel mensen aan het spelen. Wow, de lag spike is insane letterlijk. Doe dubbeltap 50 euro. Ik zweer het. Oké, bro. Ik zal het proberen. Want we hoeven nu niet meer te 12-0 te gaan. Dus nu kan ik gewoon voor de dubbeltap gaan. Doe je ding. Ah, beter gunt deze man. Oké, kokblok nog niet. Hij kokblok? Nee, dat doet hij niet. Shit, bro. Ik kan het blok. Naar mijn nummer? Ja, geen touch? Tik je nog naar de muur. Perfect. Oh, je bent langs? Nou. Nee, die gaat al in. Oh, gaat al in. Ja. Jammer. Nieuwe poging. Oké, ik geef hem links achter. Ik wil hem richting links midden te geven. Oh, ja. Is goed. Oh, wacht. Dit kan de dubbeltap van de eeuw worden. Probeer hem te bumpen. Dit heb ik. Let's go! Let's go! Hey, Nout, bro. Je weet wat je moet doen?
En nu Heide. Ja, bro. Prank. Nu gaat die prank gepoeld worden. Ik fake. Ik ga buiten spelen. Yo, hey, ik check jou. Je moet wel even Mediamarkt. Ik was net bij de Mediamarkt, bro. Als je een zieke goal scoort, 20 euro. Hey bro, ik scoor net een dubbeltap. Ik vind het aardig ziek. Maar je hoeft niet te doneren natuurlijk. Ik en Spooky tegen jullie in finals. Nou, dan hebben jullie gratis win, want ik speel momenteel met een nieuwe controller en FPS lag van hier tot Tokio. Dus... Nee, wij winnen dat. Wacht, nog even een zieke goaltje. Doe dan. Ja bro, nog een dubbel, weet je. We gaan voor de keer 2. Dacht je nou echt dat we dat gaan verliezen, bro? Nee bro, tuurlijk niet. Deze goal squad. Je bent echt een baas. Hey Jelle, jij bent ook een baas, bro. Ik heb hem wel. Oké, klaar. Hoe oud is je zusje? Mijn zusje is 16? 16 jaar, ze is bijna 17. Of een paar dagen is zij jarig. Dat zeg ik helemaal goed. Hey, als jullie een video met mijn zusje willen zien. Mijn ouders hebben dat liever niet, maar weet je, dat gaan we gewoon fixen. Als jullie dat willen zien, laat het me weten, ja? Willen jullie een video met mijn zusje zien? Het was mij gewoon bijna gelukt, hè? Ja bro, jij had bijna een video met mijn zusje opgenomen. Dat klinkt misschien een beetje verkeerd nu, maar... zo bedoelen we het niet. Heyo? Ga je zo nog een tournament hosten? Waarschijnlijk wel bro, want ik zit er echt goed in de sfeer, Nick ook. Ik word alleen een beetje gek van mijn lag. Man is zo goed, love you. Hey Gaspard, love you too bro. Ik kan echt moeilijk begrijpen waarom jij altijd lagt. Ja, dat kan ik ook niet goed begrijpen, want ik heb zeg maar de beste PC die mogelijk is bijna nog. Ja, beter dan, een stuk beter dan de mijne nog. Ja, maar weet je wat is Nick? Ik laat mijn PC veel te vaak aanstaan, dat is het ook een beetje. Ah. Je mensen willen een video met mijn zusje zien. Ik had ook niet heel anders verwacht eigenlijk, maar... Alright, weet je wat? Gaan we regelen. Mooi goal. Love naar jou, hey, love naar jou ook te lang. Hey, mijn moeder appt mij nu, geen video met je zusje. Oké, jullie horen het, geen video met mijn zusje. Shout out naar je moeder. Ja, sowieso. Dikke S hoor. Oh. Oh, als je dat hebt gedaan. GG. Kan je even een SO gooien naar Koen en Simon? Die zijn koude hard gegrind naar Champ 1 Divisie 3. Bij deze. Naar de gekke grinders. Zou je boos of teleurgesteld worden zijn in je zusje? Als Oh, wow. Unicorn YouTube. 20 euro. Ik heb het gezegd. Bro, deze man komt zijn woord na. Hij zei als je een gekke goal maakt, krijg je 20 euro. Bro, sorry. Unicorn. Dankjewel voor de 20 euro donatie. Holy moly. Dit is echt niet normaal. Unicorn bro, dikke SO naar jou letterlijk. Gooi even hartjes in de chat van Unicorn. Er zijn echt al hele gekke donaties erop. Kijk, hij komt nu ook in beeld. Unicorn bro, dikke SO. En je krijgt een dikke Discord rol van mij. Als je even de Discord joint. Ik ben noob genoemd. Hey bro, report ze in Rock League. Dan worden ze daar geband. Ik kan daar helaas niks aan doen. Ik vind het niet leuk als mensen toxic doen, maar... Hey Unicorn bro, dankjewel oprecht. Dikke SO. Welke controller heb je? Ik heb de PlayStation 5 controller. En die heb ik net nieuw gekocht toevallig. Twisty, wanneer ga je RLCS? Bro, ooit. Nee, grapje, ik ben niet goed genoeg voor RLCS mensen. Ik was ooit goed genoeg, maar toen was ik te jong. Helaas. Man probeert Twisty te faken. Ik ga up. Ah, ik kom dan. Dubbel? Nee! Kuxer moet nu! Ja bro, Evelien, sorry. Ik zal het proberen, ja? Ik ga de Kuxer pitch proberen. Maar de mensen worden steeds beter en beter. Dat is wel een dingetje. Jij? Goed, Nick. Oeh. Lekker, nice. Bro. Nou, lekker, we gaan natuurlijk ook proberen onze eigen Twisty toernooi te winnen, hè? Bro, het doel is altijd winnen. En dat is voor iedereen zo. Dat moet niet alleen voor ons zijn. Als je een potje joint, ten eerste is plezier belangrijk, maar je moet ook altijd proberen te winnen. Rechtsachter. Komt-ie. Zijn kick-off is wel een beetje apart. Niet gemeen bedoeld. Midden. Oh yo. Lekker bro. Ik zat even in mijn chat te lezen. Ik zie ineens die bal op me afkomen. En dan denk ik, ja. We moeten toch iets mee doen. Ja, dat komt allemaal goed. Yo, Levi de Gamer. Dat noem je nou een goed persoon. Iemand die zijn woord nakomt. Inderdaad, dat waardeer ik enorm, Unicorn. Want jij komt je woorden gewoon na. En respect waardig. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed, maar je snapt dat ik helemaal wat ik bedoel natuurlijk. Hoe kan je doneren? Dat staat een linkje in de beschrijving als je dat wil, maar dat hoeft dus niet, want je kan ook gewoon lekker de stream kijken en daar maak je me al heel blij mee.
Je bent legend. Hé, jij bent ook een legend. Jij? Ja? Een rooitje met het hartje, dankjewel. Oh, Din, ik is gek aan het doen. Dus doe jij nu gek aan? Pancake? Oh, what the fuck? Let op sidewall, Reed. Iemand zegt video met je moeder. Nou, ik ken mijn moeder heel goed en dat gaat mij niet lukken om haar over te halen om dat te doen. Misschien op een dag? ik denk het niet, bro. Nee? Nee. Kijk, mijn ouders hebben liever niet dat mijn zusje ze maar bekendheid krijgt. Snap je op die manier? Ah, ja. Want meestal is dat ook de verkeerde bekendheid, zeg maar. Oh, joh. Maar wie weet. Mijn zusje is gewoon SSL, weet je. Dus dat is wel echt gewoon... Nee, ze is niet SSL. Maar ik wou net zeggen. Ja. Huh? Waar ben je? Nee, ik denk dat als ik mijn zusje zou trainen in Rocklik, dat ik haar binnen een jaartje SSL heb. Gewoon oprecht. Want ik heb er een paar keer Rocklik met haar gespeeld. Ze is oprecht niet slecht, gewoon. Ik denk dat ze nu al gewoon Platinum aankomt. Terwijl ze echt een paar keer heeft gespeeld. Fake? Dat is goed. Boy, sorry. Sorry voor deze donatie, voor deze play. Dit was gewoon vies. Zag je dit, Nick? Ja, ik zag het zeker. Bekend... Ik fake? Is goed. Bekendheid is echt naar, man. Dat onderscheidt menig mens. Dat klopt zeker, bro. Bekendheid heeft haken en ogen, zoals mensen dat zeggen. Het is leuk om bekend te zijn, maar het kan ook niet leuk zijn. Hoppa. Je kijkt bijvoorbeeld nice. Roy. Die wordt echt constant herkend op straat. En bij mij valt het nog wel mee. En dat vind ik ook fijn. SSL in een jaartje is wel heel moeilijk hoor. Nah, ik weet niet wat dat moeilijk is. Ligt eraan hoeveel je speelt, denk ik. Klopt. En of je een goede coach hebt. En je kent mij, hè. Kan echt niet. Het kan wel. Het kan wel, geloof mij. Als je veel 1v1 speelt en je bent gewoon... Hoe heet het? En je hebt gewoon een coach zeg maar, die jou helpt met je fouten, dan word je heel snel beter. Kijk maar naar Roy. Roy is letterlijk in 6 maanden tijd van zeg maar Champ 3 niveau, GC1 niveau, naar echt wel Grand Champ 3 niveau gegaan. Gewoon omdat hij op hoog niveau speelt ook. Open net score is €5000. Hey, ik hou je eraan. Het is contractueel vastgelegd, dus... Yo, kan je meedoen? Arjan, er komt waarschijnlijk nog een toernooi, want Nick en ik zitten in een goede baan. In de chat zeker. Ook, zoals je ziet. Boost. Yo, Xander, welkom. Naar mij, hoog. Weet je, we gaan gewoon gek doen. Komt-ie. Slechte paas. Komt-ie weer naar jou. Of niet. Nee, ik maak hem hier van jou. Kan je me coachen, Giovanni? Ik doe op dit moment geen coaching, maar er komt wat aan. Kan ik je vertellen. En daardoor gaat heel Nederland gewoon beter worden in Rocket League. Geloof maar. Nederland en België trouwens. Alle Nederlands sprekende mensen eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ja, wel eerst raken. Hè. Komt goed, Ruben. Komt goed. Yo, Bart, welkom. Eens even kijken. Hoeveel kijkers hebben we eigenlijk? Nick, heb jij de stream? 705. Ja, 705. Zo. Fake? Ja, is goed. Je bent mijn favoriete YouTuber. Dankjewel, dat vind ik leuk om te horen. Thomas, wat is jouw rank? Ik heb nog niet heel veel rank gespeeld, bro. Maar er komt binnenkort een rank update. Ik ben echt aan het kloten. Zo, White Wolf ATS is weer terug, jongens. Hij is weer terug. €10 donatie van White Wolf ATS, bro. Deze man kwam aan het begin van de stream, dropte €10 en €5. En nu dropt hij ook ineens gewoon weer €10. Bro, dikke SO naar jou. Dankjewel. Dankjewel dat je erbij bent. Dankjewel voor je €10 donatie. En laat je horen in de chat, bro. Dankjewel, oprecht. En dan Sander ook nog een keer met de €3. Kan je een keertje spelen tegen mij of met mij, bro? Ik zit nu in dia 3 en ik probeer Champ Rewards te halen voor volgend seizoen. Love naar jou, bro. Hey Sander, join even de Discord. Dan krijg je ten eerste namelijk je donateurrol. En daar heb je de grootste kans om samen met mij te spelen. Want in de Discord kies ik altijd lekker speel ik gewoon met actieve mensen. En join ik ook regelmatig de voice calls. De laatste tijd trouwens. Dat had ik een lange tijd niet gedaan. Maar de laatste dagen zit ik gewoon vaak in call. Ken je Blobba nog? Sowieso ken ik Blobba nog. Blobba is een legend. Oh ja, trouwens mensen. Morgen om 3 uur komt er weer een leuke video online. Dat jullie het weten. Raak de bal. En €10.000. En dat trouwens is €1.000.000. Ja, is goed. Helemaal goed. Waar is Cheeseface? Cheeseface ligt soort van ziek op bed volgens mij. Dat is wat ik ervan begreep. Volgens mij was hij een boe of iets. Och. Gek hoor. Ja, gekke shit bro. Maar eigenlijk ben ik ook altijd live met Nick. Ik weet niet, Nick en ik tijdens livestreams, dat is gewoon een vibe. Af en toe, lekker. Als lekker ik live ben ik live met Nick.
Bro, wij moeten vaker live gaan, Nick. Ik weet niet hoor, maar de vibe is eigenlijk zo goed. Ook gewoon voor jouw kanaal weer. Nou, we moeten gewoon een keer doen, wel. Laatste keer, een van de laatste keer dat ik op YouTube live was, dat ik ook vijf in kijken. Dus dat was ook met jou. Daarom. Mensen gaan gewoon heel goed op ons duo, denk ik, man. Oprecht. Ik ben de achterhoofd. Dat is ook wat te begrijpen, hè, natuurlijk. Bro, het is heel goed te begrijpen. Ja. Ik bedoel, kom op. Even een slokje water, trouwens, want... Bro, ik heb nu al bijna mijn pak ijsje leeg. En ik had al gepakt toen ik je belde. Bro, ik heb veel te weinig gedronken. Jij hebt genoeg gedronken, blijkbaar. Linksachter. Kijk, oh, ik heb een gekke pas op. Pas op. Sorry. Maar kom nog, let op. Alsnog gaan we een gekke goal maken. Kijk, komt hij zo? Wacht even, deze guy. Unicorn met de 3 euro. Als je bij de volgende game bij de derde minuut komt, komt er nog iets leuks aan. Wacht even, is dat een challenge of is dat gewoon, zeg maar, een waarschuwing? Oh. Als je bij de volgende game komt bij de... Huh? Oké. Bro, in ieder geval, Unicorn, dank je voor de 3 euro donatie. Lof naar jou. Dus wat moeten we doen? Moeten we het 3 minuten volhouden? Terwijl dat... Ja, zeg ik maar, denk dan het... kunnen we stilstaan, kunnen we dat ook volhouden eigenlijk. Unicorn, leg het uit, bro. Ik hoop dat ik jouw bericht zie in de chat, anders moet je even... Oh, nee, je kan natuurlijk niet minder dan 1 euro. Ik wou zeggen, dan moet je even 1 cent doneren met je berichtje, maar dat kan niet. What the fuck? Holy shit! Lars DB met de 25 euro donatie. Dit is ook de eerste keer dat ik zo'n gouden donatie krijg vandaag. Blijven vlammen, man. Bro, Lars. 25 euro. Doe normaal. Letterlijk, bro. Nick, what the fuck? Wat gebeurt er vandaag? Nick, heb jij een uitleg of niet, bro? Mm-mm. Nee, Nick heeft ook geen uitleg. Ik heb geen 25 idee. Euro donatie, bro. Lars, dikke SO naar jou. Gooi even een hartje in de chat voor Lars. Sowieso ook voor iedereen eigenlijk. Gooi gewoon even een hartje in de chat voor deze stream. Dat is beter. What the fuck, mensen? Jullie zijn... Bro, jullie zijn echt gek. Lars, bro, deze dank je ken wel. Ken ik volgens mij. Lars, DB. Oh, wacht, deze MNX. Ja, deze kennen wij. Ik heb een keer tegen hem gespeeld in rank. Ja, bro, ik ken hem heel goed. Marnix is een legend. Deze guys zijn goed. Is dat Marnix? Ja, dat is Marnix. Oh, ja? Oh, ik heb echt lag, bro. Goed schot. Holy shit, bro, wat is dit? Paperstick, wat een paperstick? Paperstick met een 25 euro donatie. Bro, what? Voor je stoel, superleuke luister. Hey, laat die hartje spam doorgaan. Luister, Lars ik en Paperstick, allebei met de 25 euro donatie. Wat is dit? Bro, dan moeten gewoon echt even alleen maar hartjes in de chat zien. Oprecht, gooi die alleen hartjes. Maar. Gooi die hartjes, gooi die blauw duimpjes hoog. Gooi die abonneetjes, gooi die... Wat is dit? Ik bedoel, de 0 tegengoals. Oké, we moeten 0 tegengoals krijgen, Nick. Maar dat is heel moeilijk tegen deze guys. Dit zijn namelijk dat SSL's. Dat is in deze game maar lastig, maar we gaan ervoor. Maar bro, Marnix schudt mij, bro. Marnix schudt mij. Nee, Marnix schudt mij zeker niet. Oh, nice. We gaan het proberen. Deze guys zijn SSL, dus als we dat vol kunnen houden. Trouwens, SSL niet. Ik rentje heb 3 ongeveer. Rentje. Ja, nou ja, Marnix is SSL. Remvi is volgens mij GC2. Dus dan nemen we gewoon het midden. Rentje 3. Nice, Nick. Je hebt de tegengoal tegengehouden. Dat is helemaal goed. Misschien wel en Unicorn trouwens, dankjewel voor de 3 euro donatie. Dat vergeet ik bijna. En oh joh, Paperstick met de 25 euro donatie. Lars ook. Unicorn met de 3 euro donatie nadat hij al 20 euro had gedoneerd. Jullie zijn gek, boys. Jullie zijn gek. Boys en girls trouwens, want er zitten ook natuurlijk meisjes en vrouwen tussen. Oeh, Marnix bro. Enge man. Nice, hij heeft geen boost. Mag je wel? Oh shit. Marnix is echt heel goed in pumpen. Chronowall met de 5 euro. Ik ben ook white. Oh shit, ik moet even heel goed opletten. Ik lees zo, bro. Ik ben even bezig met de challenge. 0 tegen goals. Nick, wij je kunnen weg. Bij? Nee. Boom. Ga achter mij, bro. Oh shit. Ik ben echt awkward. Hij is up. Oh, Oké. Niks aan de hand, Nick, toch? Niks aan de hand. Nee, dus niet eens in de buurt. Ik heb... Oh shit, nog weer een donatie. Ik heb gewoon constant dubbele muziek door die donaties, bro. Oh, nee. Ik heb er vanuit. Jammer. Maakt niet uit, weet je? Het maakt niet uit. Bro, dit is echt insane. Chronobot met de 5 euro. Ik ben ook White Wolf. Kijk, Discord Lounge is goed, bro. Ik kijk zo Discord Lounge. Dankjewel voor je 5 euro. Oh joh, wat zei ik? Ze faken of niet? Oké, nee. Sander met de 3 euro. Weet je, ik lees het zo meteen. Dat is beter voor het potje. We moeten het winnen namelijk. Nice, goeie. Dankjewel voor die donaties. Oprecht, mensen. Jullie zijn echt gek. Jullie zijn echt heel gek bezig. We zijn op een streak, dat is niet normaal. De lag helpt mij echt totaal niet mee, dat is wel jammer. Ik heb 0 bro, dus jij moet het doen. Goed. Ik heb 0, ik 0. Is goed. Bro, je bent echt goed, dankjewel. Dankjewel. Zo
Sorry, ik kom niet aan mijn woorden hier. Ik heb 100. Heb ik al? Ja. Ik heb nog wel, ja. Ik heb 0. Oh, sorry. Ik heb boers nu. Uit. Heb ik al? Die heb je wel. Nou, jou niet, ja. Ik heb eentje gebumpt. Uit, oké. Okay. Oh, joh, ik dacht jij mag gedemd worden. Marnix met zijn gekke mechanics. Lof naar jou, hey, lof naar jullie jongens. Lof echt naar iedereen. Een tikje. En ik krijg weer een donatie. Sorry, ik kan niet kijken, bro. Het spijt me enorm. Ik wil kijken, ik wil het lezen. Dubbel demo trouwens. Je bent de beste, Giovanno. Jij bent ook de beste, man. Jullie zijn allemaal de beste. Ik hoop dat jullie een leuke avond hebben en dat jullie de stream leuk vinden. Laat het me weten. Want dat betekent dat ik vaker live ga. Want jullie gaan heel goed op de livestream, merk ik. Dit is echt gekke werk. Ik mis. Succes. Hij gaat airdrop op bump, heb ik al. Hij is daar, hè? Oh, oké. Okay. Oké, okay, ik kan nog steeds niet donatie lezen. Sorry mensen, echt sorry. Is niet normaal, maar... Na het potje wel, toch? Na het potje, na het potje. Fake? Ja. Oh, ze weten het gewoon. Ze hebben natuurlijk gewoon die stream aan, bro. Oh, wat dom. Wat dom, shit. Of is het delay? Ja, dit is wel delay, maar... Ze kennen ons. Dus. Oh, hij kon het zien, hij kon het zien. Jij? Ja, is goed. Nice. Je pikkel? Nou ja. Fake. Jij nu? Ah, dat ik niet. Bro, nee. Bro, doe normaal, nee. Doe wat normaal. Is... Nee, ik moet reageren, joh. Unicorn met een 100 euro donatie. Hoe? Bro, wat? En we hebben gewoon een tegengoal. We hebben 3 tegengoals zelfs. Ah ja, ik kan niet meer spelen. Ik kan niet meer spelen, bro. Ik ga forfeiten. Oprecht, nee. Ik moet forfeiten hiervoor. Ja, dan lees je door dus maar. Bro. Unicorn. Bro, Unicorn. Unicorn, doe normaal, bro. Doe normaal. Jammer gefaald, maar alsnog GG. En alsnog de dono. 100 euro donatie van Unicorn. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Inderdaad, what the fuck. Hey, kunnen jullie echt even gewoon een lijpe hartje spam gooien voor Unicorn? Bro. What? Dit is abnormaal, dit is abnormaal. Dit is abnormaal. Dit is abnormaal, bro. Dit is echt... Dit is gekke werk. Ik ga ook even de andere donatie erbij pakken ondertussen. Maar gooi even een dikke hype voor Unicorn. Want hij had ons een challenge gegeven. Die hebben wij niet voltooid. En alsnog gooit hij gewoon die donatie. Even kijken. Ik ga hier even de donatie zetten. Ja, dat gaat ook maar door, bro. Het is echt... Ik heb gewoon constante background music hier. Het is abnormaal. Dit is echt insane. Een eerste... Chrono World. Ik ben ook White Wolf fans. Kijk, Discord Lounge. Dat ga ik nog zo meteen doen voor jou, bro. Sander dan met de 3 euro donatie. Yo, Twisty, ben ik weer. Ik had gewoon zin om mijn geld uit te geven voor de lol. Ik zit in je Discord, dus ik zie je gauw. Hey bro. Dankjewel dat je mij jouw 3 euro doneert. Ik waardeer het enorm. En dankjewel dat je ook de Discord zit. Ik geef jou die rol. En, wow. Ik kom geen eens met mijn woorden. Ik moet echt even een slok drinken, mensen. Want jullie maken deze avond weer veel te gek. En dan hebben we Stefano met de 5 euro. Dankjewel. Net keihard ingemaakt door je, maar ik geniet van de video's en van je streams, bro. Stefano, dikke GG naar jou. Want ik vind het al leuk dat je meedoet sowieso. En doe zometeen ook weer mee, bro. Want we gaan gelijk nog een toernooi doen. Arjan met de 2 euro. Yo, Twisty, zou ik een keer met je kunnen spelen? Ik ben plat 2, maar lijkt me vet. Ik zit al een tijdje in de Discord. Bro, jij zit in de Discord, dus dan komt dat helemaal goed. En dankjewel voor je 2 euro. En toen kwam die 100 euro donatie van Unicorn. Ja, wat moet ik zeggen? Wat moeten we daarop zeggen? Nick, bro. Dat is toch abnormaal? Mag bro, Unicorn, praat eens in de chat. Praat in de chat, Unicorn. Ik wil weten wie jij bent. En dan hebben we Sander Hekkie, oftewel Sander, een van mijn beste vrienden in het echt. Wanneer gaan we weer uit eten dan, Trief? Bro. Hé. Hey, ik neem jou mee uit eten zelfs, bro. Besef Unicorn, bro. Het is abnormaal. Nee, laat het me weten. App mij, bro. We gaan gewoon binnenkort weer met z'n allen uit eten. Dat lijkt me goed. En dan Chrono World, nog een keer met de 5 euro. Ik ben wel aan om nog een potje te spelen als jij dat ook bent na je toernooi. Bro, nee. Nee! Doe normaal! Wat? Nee. Je gaat het niet geloven. Je gaat het geen eens geloven, Nick. Raad het even, zonder te kijken. Weer een 100 euro donatie? Het is erger, bro. 200? Nee. Tussenin. 150? Ja, bro. 150 euro donatie van Unicorn. En ik heb er nog geen eens alles op kunnen lezen. Oké, om het af te leren, de laatste. Love naar jou. Bro, Unicorn, ik vroeg om te praten in de chat. Niet om te praten met donaties, maar... Volgens mij is dat de manier hoe jij praat tegen mij, want dit is abnormaal. Unicorn, bro, ik kan... Ik zei dat ik niet gestrest was, maar ik ben gewoon gestrest. Door dit.
En op een goede manier, want ik ben gewoon hyped, bro. 150 euro donatie, besef je hoe veel dat is. Unicorn, bro, hoe kan ik jou bedanken? Ga alsjeblieft in de Discord, ik geef jou de lijpste rol die je ook maar gewoon kan bedenken. Zeg wat in de chat, bro, zeg wat in de chat, bro. Holy shit. 150 euro. Love naar jou. Wow, in totaal 250. Dat is niet normaal. En dan hebben we hier nog, Tina Dino. 3 euro, joh. Ik ben Tina Dino uit je Discord. Doe even een dikke SO naar Boas Turtle. Dikke SO naar jullie allebei. Ik praat in de chat. Hey, Unicorn, bro. Hier. Je krijgt mod Unicorn van mij. Unicorn EJT. Ja, bro. Unicorn, yes. Je krijgt mod van mij. Omdat jij ook gewoon... Bro, insane. Dat is echt abnormaal. Doe normaal, letterlijk. Wauw. Wauw. Gekke werk. Letterlijk gekke werk. Dit is meer dan gekke werk. Unicorn, je hebt mod, bro. Ik weet zeker dat jij een goede mod kan zijn. Bro, join de Discord, dan krijg je namelijk ook die rol. Wat kan ik zeggen, mensen? Ik weet niet wat ik kan zeggen, eigenlijk. Weet je wat ik wel kan doen? Ik kan nu één dingetje doen. Dat is ten eerste Unicorn toevoegen op Epic zometeen, want dat heeft hij wel verdiend, volgens mij. En ik kan gewoon een nieuw toernooitje aanmaken. En dan ga ik inderdaad even naar Nick's advies luisteren. Create tournament. Ja. En dan gaan we naar de mutators. En dan zetten wij de max score op 3, denk ik, oké? Ik zal 5 doen, denk ik. 5. Oké, we luisteren naar Nick vandaag. Eigenlijk altijd, bro. Nick heeft altijd goede adviezen. Dan doen we hier Twisty 2. En dan maken we hier ook weer Twisty 2 van. En dan moeten we ervoor zorgen dat we geen typfoutjes maken. Twisty 2. Wacht, ik moet eerst even deze nog iets verder zetten. Zetten we deze op 8:40. Zodat mensen genoeg tijd hebben om te joinen. Twisty 2. En Twisty 2. Wacht even hoor. Twisty 2. Create. Bro, Unicorn, hoe kan ik jou bedanken? Echt abnormaal. Wij joinen weer. Nick en ik joinen. Onze team dan. Ja, wee, yo. Het is echt abnormaal. Ik ben doof, maar... Wacht even. Even kijken. Maar ik wil je graag horen. En ik hoor ook niks op school. Oh, bro, ja. Ik kan geen gebarentaal. Wat moet ik dan doen? Wacht, ik ga een flipper zetten. Haartje, broer. Haartje. Nee, bro. Ik ga een flipper zetten voor hem scoren. Hey, mensen, gooi even in de chat voor die guy die doof is, dat ik deze flipper zet voor hem score. Let op. Dan moet ik het ook wel doen. Ah, oké. Okay. Ik heb mijn belofte waargemaakt. Yo, Sasha, welkom, bro. Hoe is het met Sasha dan? Mijn OG teammate ook. Thomas, doe gewoon een hartje met je handen naar de camera. Bro, luister dan. Oh, wacht, hij is niet blind. Hij is doof. Ja. Wacht, eerst even confirmen, want is hij echt doof? Bro, Unicorn, doe normaal. Unicorn, bro. Wat nu? Hey. Bro. Unicorn. Huh? Unicorn. 50 euro van Unicorn. Ik heet Freak Danger op Rocket League en thanks, man. GG. Bro, je zei dat je zou stoppen en vervolgens stop je niet. Ja. Wat moet ik zeggen, Unicorn? Mams duwt een 50 euro donatie en laat even zijn game naam weten. Ja, bro. Freak Danger. Je moet je even toevoegen, bro. Freak Danger nu. Mensen, hem niet alsjeblieft even niet toevoegen, gewoon uit respect. Want anders heeft hij heel veel van die verzoeken. Freak Danger. Oh, ik kan hem niet vinden. Oh, shit, bro. Je oprecht, ik probeer je te zoeken, Unicorn, maar... Hé, hey, bro. Ten eerste, dikke love naar jou voor dit, bro. Ik kan je niet genoeg bedanken. Je bent oprecht dichtbij aan het brengen bij die stoel. Wacht, hij heeft gewoon 300 euro gedoneerd. Ja, in 5 minuten tijd. Dat kan toch niet? Dat is abnormaal. En Milan zegt legende. Eerste keer dat ik je live zie. Dus doe gewoon kleine dono. Dankjewel voor je 3 euro dono, Milan. Echt dik en zo naar jou ook. En dan Giraf met de 5 euro donatie verdient dit, bro. Hey, dankjewel. Het gaat maar door. Ik heb geen eens tijd om de donos op te lezen. Het is echt erg. Dankjewel Tina Dino voor de 2 euro en Giraffe voor de 5 euro. Yo Twisty, gun me ook even een decent rol dan. Ga ik regelen voor jou, bro. Want jij bent er ook gewoon vaak bij. Gitaarkoffers bij Milan 2 euro. Had net 2 euro gedaan, maar kwam niet binnen. Oh. Hey bro, nu komt hij wel binnen. Dus dikke SO naar jou voor de 2 euro superchat. Dankjewel, bro. En dan hebben we Aisho Noeberen. Je hebt me op Discord. Kom Rocklik, please. Even kijken hoeveel dat was, want dat staat er niet bij. Volgens mij 2 euro. Hey, dankjewel Aisho Noeberen voor de 2 euro superchat. Dikke SO naar jou. Wauw, mensen. Ik kan geen eens meer praten. Ik moet weer een slok nemen. Mijn hele stem droogt uit hier. De naam is trouwens Twisty 2. Het wachtwoord is Twisty 2.
Arjan, ik kan helaas niet mee, ik heb geen duo. Join dan de Discord, dan kan je heel makkelijk een duo vinden. Of gewoon in de chat praten, dan kom je er ook snel genoeg achter dat er veel mensen zijn die met jou willen teamen. Zo, wacht, ik ga nog één keer proberen Freak Danger toe te voegen. Anders moet je het even laten weten in de chat, bro. Want je hoeft niet met Donos te praten, echt niet. Je kan gewoon in de chat laten weten en dan... Oh mijn god, joh. Abnormaal. Ik ga meedoen. Yo, Duncan, welkom, bro. Hey, joh. Even. Ik moet even bijkomen, mensen. Zoek je teammate of Freak Danger 1. Ik ga hem toevoegen. Freak Danger 1. Ik heb je toegevoegd, bro. Ik heet Erratic State 8334, dan weet je dat. Ik zei het expres even snel, zodat mensen dat niet kunnen zien. Zo, ik word even flink geflashbanged hier. Mashallah. Oké. Okay. Eens even kijken. Login. Deze. Zo, weer een flashbang. Wee, yo. Oké, ik ben er een beetje bijgekomen. Wee, yo, unicorn, bro. Hoe kan ik jou bedanken? Oprecht. Krono wordt met de... Doe normaal. Krono wordt met de 15 euro weer, bro. Jij bent al de hele stream aan het doneren ook. Hé, maar waar is mijn rol dan? Laat me niet gek doen met dono's. Bro, jouw rol komt. Dit ga ik na de stream regelen. Misschien is er iets met admins. En inderdaad, niet te gek doen met donors, bro. Dikke, vette hype voor Corona World ook. Die man heeft ondertussen ook al richting de 100 euro gedoneerd voor mijn gevoel. Mm-hmm. Het is gewoon gekke werk. Ik kan niet anders zeggen. Ik wil gewoon een dikke SO doen. Naar alle mensen hier. Het is echt... Bro. Het is echt... Ja. Wat moet ik zeggen? Dat is echt niet normaal. Giraf, 15 euro. Ja. Giraf met een 15 euro donatie. Gewoon omdat ik dit wil. Hé, bro, dan ga ik jou gewoon bedanken omdat ik dat gewoon wil. En voor jou geldt hetzelfde, bro. Jij krijgt een dikke rol in de Discord server. En wauw. Ja, ik kan niks anders zeggen dan wauw. Gooi even hartjes in de chat. Gewoon voor deze hele stream. Ja, gooi gewoon hartjes. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Maar de hartjes moeten blijven komen blijkbaar. Want... Er komt elke keer een nieuwe reden. Hier nog een donatie, 2 euro, Tina Dino. Yo man, Twist, ik heb je een DM gestuurd op Discord. Mm. Thomas, ik zal heel snel reageren. Ik weet wel wat dit betekent al, hè? Ik weet het ook. Ik moet even parfum spuiten, want ik begin mezelf te ruiken bijna. Ja. Nee bro, ze willen je vaker live zien. Ja bro, ik ben ook het hele tijd aan het schreeuwen voor mijn gevoel, maar weet je, dat moet gewoon. Jullie zijn te gek. Oh. Even 2 spreetjes parfum. Van mijn standaard parfum. Laat me weten, mensen. Hebben jullie ook 1 standaard geur? Nick, dat heb jij sowieso, bro. Ik heb al meerdere parfummetjes, maar ik heb eentje die ik altijd blijf dragen. Gewoon. Ja, ik heb... Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt 1 standaard. Kijk, ik haal niet altijd zo'n hele grote pot, toch? En ik wil ook vaak andere dingen proberen. Nee? Bro, ik ga... Kijk mijn stream, hè. Kijk deze bottle. Ja? 200 milliliter bottle van YSL. Wacht, hij is niet in beeld. Deze kant. Check dit, bro. Dit heb ik in Spanje gekocht voor... Bro, doe normaal. 15 ja? euro van Giza. Ga zo doorstrijden. Bro, die 15 euro daarnaast is, dat is gewoon een soort van standaard geworden hier of zo, bro. What the fuck? Dikke SO naar Giza en Giraf natuurlijk. Want ja, allebei gewoon met die 15 euro donatie. Bro, Giza, join ook de Discord server. Jij krijgt ook een gekke rol. Bro. Abnormaal. Abnormaal. Letterlijk abnormaal. Dankjewel. Enorm bedankt. Echt niet goed. Dat is echt niet normaal, hoor. Dat is echt niet normaal. Ik word ook weer geflashbanged. Mooi, yo. Oi. Nick, bro. God. Ja? Dit is echt niet goed. Hey, verder, welkom bij de Twisty Members. Let's go, bro. Hij is gewoon Twisty Member geworden. Ja, dat bestaat ook nog. Dat bestaat ook nog, natuurlijk. Mensen kunnen ook gewoon nog steeds member worden. Abnormaal. Welkom bij de club, bro. Je hebt, als het goed is, nu een mooi logotje achter je naam. Bro! Krono wordt met de 5 euro. Doe normaal, bro. Kom op. Bro, ik ga gek doen. Waar is mijn rol? Dit was mensen hun laatste kans om die toernooi nog te joinen. Dat klopt. Oh ja, ik ga het nog even laten zien. Dat die rol komt na de livestream, bro. Of je moet even Nico vragen. Nico, regel dat voor mij, please. Ik weet, Nico kijkt altijd. Nico is een legend. Nico is een echt gewoon OG guy. Nico kan dat regelen. Hier kun je Twisty 2 invullen.
Twisty 2. Twisty 2, bam. Dan doe je zoeken. En dan zie je dat er 72 teams abnormaal. Mensen zijn aan vandaag. Maar de Kronenwild komt goed, ik beloof het. Hey Arjan, dankjewel voor je 1 euro donatie. Kun je me... Oh, thanks voor het volgen op TikTok. Hey, geen probleem, bro. En je hebt me gemotiveerd om Rocket League video's te maken. Kijk, dat vind ik nou een leuke ding om te horen. Ga door met Rocket League video's maken, bro. Doorzetten is het allerbelangrijkste wat er is, geloof mij. Als iets niet lukt, je moet gewoon blijven gaan. Oprecht blijven gaan. Ik heb... Dit is geen eens een grap, hè. Ik heb iets van 5 keer geprobeerd om YouTuber te worden vroeger. En het is gewoon gelukt. Het is gelukt, jongens. Ik heb nu gewoon... Ik ben nu... Officieel kun je mij een YouTuber noemen, of niet, Nick? Eens. Ja, bro. En het komt ook wel deels door Nick, want Nick heeft mij geholpen met letterlijk alles wat je ook maar gewoon kan bedenken. Hey, verder met de 2 euro donatie. Superchat. Mooi loogtje te strijden. Ja, bro. Die heb jij nu achter je naam. Ik ben Platina. Hey, Unicorn, bro. Wow, yo. Wat een legend dit. Hey, Unicorn, kom even een potje spelen na de stream. Bro, ik zeg eerlijk, kom gewoon Discord call even naar de stream. Gewoon even een potje met Discord call. En dan hebben we Jaap met de 3 euro. Yo man, ik kijk met veel plezier naar je video's. Keep up the good work. Bro, Jaap, dikke SO naar jou ook weer. Het is insane. Hé, wij zitten in een potje. Oh, we zitten in een potje, bro. Hoorde. Hoi, yo. Je Nick is even weg. Ik zat nog stream te kijken, bro. dat snap ik heel goed, dat snap ik heel goed. Bro, de donaties zijn abnormaal, inderdaad. Hey, Aisho Noobren, ik reageer na de stream op Discord. Dankjewel voor je 2,50 euro superchat. Love naar jou, bro. Dat komt helemaal goed. Oh, dit is met z'n goed. Shit, man. Don't read us, no? Dat is ons ook niet gelukt. Dat is ons niet gelukt, inderdaad. Oh, shit, bro. Ik heb dorst. Dat is echt... Cool. Yo. Mama Twisty, kunt u wat water brengen? ik heb genoeg water. Dat is het probleem niet. Maar ik moet steeds die waterfles pakken. Dat is een beetje het dingetje. Ik word wel gek van die lag, moet ik zeggen, Nick. Geen stress, bro. Jij gaat mijn carry vandaag, hè, bro. Tuurlijk. Chrono World, bro. Doe eens normaal, maat. 5 euro donatie weer. Hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon door, bro. Sommige mensen stoppen gewoon niet, hè. Zometeen nog 1 potje doen. Hey, bro, ik ben down. Omdat jij ook gewoon zo'n dikke legend bent. En in de Discord ga ik sowieso vaker met kijkers spelen. Bro, abnormaal. Misschien moet je zo'n voice chat maken in je Discord voor iedereen die dan bijvoorbeeld die speciale rank heeft. Dat is een hele goeie. Een voice chat voor donateurs ook. Ja. Wel even winnen, hè, bro. Ik doe mijn best, maar ik heb wel een beetje last van lag. Dus dat betekent dat ik naast die stoel ook nog kan zoeken voor een computer, blijkbaar. Yo, Stefano. Oei, yo, Stefano, bro. Welkom bij de Twisty members. Jij hoort er ook gewoon bij. Lekker, bro. We hebben flink wat members erbij gekregen deze stream. Dat doen we goed. En voor de mensen die het niet weten, als jij een member wil worden, dat kun je doen door naast het abonneerknopje staat iets van membership, zoiets achtig. En dan word je voor een paar euro per maand, krijg je dus een logo naast je naam en krijg je ook een speciale rol. En ja, dan heb je een mooi logotje in de chat. 1 euro van Arjanos Banaan. Ik maak video's helaas nog niet, want ben nog maar plat 2, dus twijfel of ik Rocket League video's moet maken. Bro, de rank maakt niet uit. Het gaat om hoe entertaining jij bent. Als jij gewoon hele leuke challenges kan bedenken, dan kun je ook hele leuke video's maken. Bro, ik weet niet of jij die kent, maar John Sandman vroeger. Die waren echt totaal niet goed in Rocket League. Maar die maakten wel echt views. Weet je waarom? Dat ze gewoon echt leuke video's maakten. Het gaat gewoon om... Je moet gewoon leuke video's maken, bro. Daar hoef je niet goed voor te zijn. Inderdaad. Je hoeft helemaal niet goed te zijn om... Dan moet je juist mensen moeten naar je kunnen lachen. En dan is het leuk om te kijken. Wayo Unicorn. Unicorn, bro. Ik dacht dat jij zou stoppen, bro. Even kijken wat je zegt. 15 euro van Unicorn. Ik mag doneren trouwens. Ik ben 29. Niet dat je denkt dat ik een kind ben. Hey, bro. Dankjewel dat je dat nog even erbij zet. Want soms denk ik inderdaad wel van... Waar haal je het vandaan? Het is abnormaal. Hey, Unicorn. Dankjewel voor je 15 euro. Oh, die donatie, bro. Dat is abnormaal. En ik kan die snelle flik niet. Hoe doe je dat? Hey, bro. Daar ga ik jou persoonlijk mee helpen. Omdat je zo'n legend bent. Dankjewel, bro. Ruden Freeks met de 1 euro superchat, dankjewel. En dan Giovanni met de 2 euro superchat. Ik hou van je video's en love naar jou, legend. Dankjewel, bro. Ik hou ook van jullie, oprecht. Ik hou oprecht van jullie gewoon. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk legends. Laat me deze scoren voor jullie. Laat me deze een hele moeilijke enkel. Oh. Hey Remco, welkom bij de Twisty members. Let's go, bro. Nog een Twisty member. Nick wordt ondertussen even gebeld. We hebben een beller. Welkom bij de Twisty members, Remco. Let's go. Kijk, die klem is steeds groter. Yo, Luc. Ja, wij zijn een toernooi aan het doen. Wij zijn zeker een toernooi aan het doen, bro. Eens even kijken hoe het met de abonneetjes gaat. Op hoeveel abonnees zitten wij nu? Zo, 65.400 al. Jullie zijn gek, jullie zijn gek. Ja, jullie zijn oprecht gek, ik kan niks anders zeggen. Thomas, hoe word je member? Dat staat naast het rode abonneerknopje. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eerst.
Even kijken wat daar gebeurt. Oké, de lag valt nu gelukkig mee, maar ik ga dat even afkloppen zometeen. Oh. Welke stoel ga je halen? Ik ben op zoek naar echt een goede bureaustoel. En dan niet zo'n gaming chair, weet je. Maar gewoon echt een comfortabele stoel waar je gewoon urenlang in kan zitten. Want ja, YouTube vraagt gewoon dat je lang in je stoel zit. Dus dan... Hey, yo, don't run bro, dankjewel. En weer 3 euro. Love naar jou bro. Wil je straks Discord call? Ligt er even aan hoe laat ik het ga maken vandaag. Want Wow. Ik ben er, ja. Even kijken. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Emmer. En anders kom ik morgen sowieso nog, Kal. Dat komt helemaal goed. Yo, Nick trouwens. Dankjewel voor je 3 euro, don't run. En dan weer kronen met de 5 euro. Doe normaal, bro. Trouwens, idealbetalingen kunnen alleen via ING, niet andere banken. Dus even naar laten kijken. Huh? Dat zou niet moeten. Daar staat als het goed is ING, maar waarschijnlijk als je zoekt naar meerdere opties, dan moet je gewoon naar blind klikken en dan kom je op een andere optie. Ja, je moet blind klikken. Dat is een beetje gebeurd inderdaad. Je moet een beetje op het ING-logotje klikken en dan kan het als het goed is. Dan, dat is echt een bug. Ik ga dat even melden bij Stream Elements, want dat moeten ze inderdaad fixen. Zo, Tina Dino met de 3 euro. Jij hebt ook al veel gedoneerd, bro. Dankjewel. 3 euro. Love naar jou. Ik ga even stilstaan voor dit. Ja, eigenlijk kan het niet. We moeten winnen natuurlijk. Maar hoe kan ik jullie bedanken, mensen? Laat het me gewoon weten in de chat. Wat voor video's willen jullie zien? En ik ga het voor jullie regelen. Want jullie zijn stuk voor stuk legends. Ik kan niet anders zeggen. Zo, verder verder geeft gewoon even een Twisty membership aan een random persoon. Pyro in Gaming heeft nu een membership. Welkom bij de Twisty members. Let's go. We worden gewoon een grote clan hier. Hype in de chat, mensen. Hype in de chat. Wey, yo. Hey Thomas, spreek je. Let even. We gaan even Is goed. Ga links. We gaan even het geks doen. Oh, shit. Oké, jij. Ben er nog? Wacht, pinch. Pinch, Nick. Wey, yo. Let's go, bro. Je zei het al. Wow. Oké. Okay, soms moeten we gewoon even dat momentje pakken en dan even gek doen. Toch? Bro, Nick voorspelt die dingen ook, hè. Nick voorspelt die dingen. Abnormaal. Ranksraden van kijkers. Oké. Okay. Dat gaan we nog doen. Unicorn, ik regel dat voor jou. Ik regel jouw rol na de stream gelijk, als het nog niet is gefixt. Sorry, Nick. Nee, niet uit. Niet stress. Lees mijn donor op. Ik heb je donor opgelezen, bro. Tina Dino, ik heb een tientje terug geneerd. Lofman, bro. Doe nog even een SO naar Brent. Oh, sorry, bro. Ik heb je donor niet opgelezen. Oh, sorry. SO naar Brent. Nog één keer naar rustig. Ja. Wee, yo. Nice goal, bro. Dankjewel, Ember. Sorry, bro. Sorry dat ik niet had opgelezen. Wie kan mijn member geven? Hey bro, wie vraag wordt overgeslagen. Hè? Dat is wel hoe het werkt in deze wereld. Doe solo toernooi AUB. Ik denk vandaag niet meer, maar als jij even abonneert op mijn kanaal, dan mis je geen één ding. Want we gaan vaker dit soort dingetjes doen, kan ik je vertellen. Vaker toernooitjes. Hey, GG naar jullie. De tegenstanders waren aardige mensen. Ook al zitten ze ineens gekke quickchats te gooien. Bro, Chrono World, man. Kom op. Ik ga het, man. Chrono World is de man. Kijk. Hij kiest niet voor die gouden donatie, maar hij kiest gewoon voor 20 van die kleinere donaties, snap je? Hij gooit gewoon even 20 keer 5 gewoon. Het is gewoon gekker werk. Niet vergeten... Oh joh, het flasht helemaal voorbij mijn ogen. Niet vergeten, hè, potje doen zometeen. We kunnen samen met Unicorn doen 2 topdonateurs van deze stream. Hey bro, ik ga met jullie allebei persoonlijk een potje spelen. Dat vind ik wel zo eerlijk. En als jullie samen willen, kan ook natuurlijk. En dankjewel voor de 5 euro nogmaals. En dan Timon met de 3 euro. Kan je een keer een video maken hoe je een wall air dribble doet? Bro... Als jij een klein beetje geduld hebt, dat kan misschien nog wel even 2 maatjes duren. Maar dan komt er iets aan waardoor jij letterlijk alles gaat leren van Rocket League. Dat komt helemaal goed. Maar er zijn genoeg... Wacht, ik heb een tutorial. Volgens mij heeft David een tutorial op TikTok. En anders staan er heel veel op YouTube. Wat een zieke goal. Hoe krijg je de Twisted Deco? Unicorn met de 5 euro. Unicorn, bro. Doe eens normaal. Wee, yo. Hey bro, ik ga jou de Twisted Deco persoonlijk sturen, maar jij kan hem ook downloaden in Discord onder tapje Twisted Deco. Dus dan weet je dat. Dan moet jij helaas wel op PC zitten. En ik ben bang dat de meeste mensen zitten natuurlijk op PlayStation. Eens even kijken, mijn telefoon is bijna leeg, dus dan pakken wij de lader er even bij. Eens even kijken. Hoeveel kijkers hebben wij live? Zo. Wacht, Nick, kun je dat zien? Jij hebt 623 kijkers. Amai bro. Hey Stan, dankjewel voor je 3 euro donatie. Later Thomas, ik ga you. Hey Stan, later bro. Jij hebt ook veel gedoneerd. Dankjewel voor je donatie. Ik kan niet anders zeggen dan dat het gekke werk is. Het is letterlijk gekke werk. Zo, deze man preacher mijn bal is een gekke man. Midden, één tikje. Is goed. Boom. Oh, wat een banger dit. Oh, is wel een beetje uit.
Wie is Unicorn? Royalistic of zo? Lijkt het wel op, bro. Nee. Unicorn is gewoon een fucking baas. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk bazen en bazinnen gewoon. Boy, yo, man. Ik vlieg even. Unicorn, W voor jou. Inderdaad, gooi even een paar W's voor Unicorn. En gewoon voor Chrono World en voor Timon en voor Stan. En voor iedereen, voor Don't Run. Voor Yari, voor Ryan. Voor hemzelf. Ja, inderdaad, gooi gewoon een W voor jezelf ook. Gewoon voor deze stream, voor deze leuke avond. Want ik heb echt een hele leuke avond. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar... Naar mij, Nick. Komt-ie, Dick, boom. Oh, wacht, hier kan ik wel mee. Oh shit, sorry, my bad. Is res. Ik ben dood. Oh shit. Oké. Ik ga even een flinke slok water nemen ondertussen. Ik kan hem ook echt wel horen. Ja bro, je hoort me altijd drinken. Ik weet niet waarom, maar mijn drinkspier gaat helemaal los altijd. Ja, wat zijn je camera settings? Ik tegen de microfoon aan. Hier, maak screenshot. Sorry, het was heel snel. Ze staan trouwens ook op TikTok of in mijn Discord, dus dan weet je dat. Pinch. Oh, nee, kan. Oh, maar weg. Giraf met de 5 euro. Mijn maag gaat boos worden. Maar ja, hé bro. Als jij niet mag doneren, dan moet jij ook niet doneren, bro. Jij moet toestemming van je ouders als je onder de 18 bent. Of als jij onder de 16 bent, moet ik zeggen trouwens. Dus, bro. Doneer alleen geld wat je kan missen. Oprecht. Wow, het gaat weer helemaal los. Ik kan die supertje... Bando van der Laak. Mannen gaan dik deze dagen. Het is je gegund. Bro, ik kan het bedrag niet meer zien. Shit. Volgens mij was het 2 euro. Als het meer was, sorry bro. Maar dikke SO Bando van der Laak. Het is echt abnormaal. Chrono World, 5 euro. Unicorn, laat je horen dan. Ben je aan om te spelen? Bro, mannen willen een dodo battle hier gaan doen. Hey, ik zeg je heel eerlijk, Chrono World. Jij bent gek gegaan, maar wil je Unicorn overtreffen deze stream, dan... dat is lastig, dat is heel lastig. En Unicorn met de 5 euro ook nog. Bro, ten eerste Chrono World, dankjewel voor je 5 euro nog. Unicorn nu met de 5 euro, doe je dadelijk nog een toernooi. Ik en mijn teammate willen meedoen. Nick, daar kunnen we eigenlijk geen nee tegen zeggen, bro. Als Unicorn het vraagt... Bro, dan moeten we gewoon even nog wij moeten, doen, bro. En ik heb ook oprecht gewoon heel veel zin om dat gewoon nog te doen. Normaal is het altijd 2 toernooitjes en we stoppen. Maar omdat deze avond zo leuk is, gewoon echt de energie is top. Veel mensen in de chat, veel likes, veel abonnees. Hey, hoe de score, bro? We staan als achter. Wat? We staan achter? Wat? Speel even normaal. Sorry, bro. Ik zit echt niet te focussen op de game, inderdaad. Thomas, mijn hond kijkt mee. Hey bro. Esso naar je hond. Ik kan geen... Ik ga niet blaffen, maar... ISO speed dingen. Hey Bando van der Laak. Welkom bij de Twisting Members, bro. Ik ben 18 jaar, maar ik heb al te veel uitgegeven, bro. Dan wil ik dat je stopt met doneren, Giraf. Dankjewel voor je 3 euro donatie. Dankjewel alsnog. Hou lekker je centjes binnen, bro. En ga gewoon genieten van de stream. Dat is het belangrijkste. Daar doe ik het voor. Zo, ik kom even niet uit mijn woorden. Nice. Welke wielen heb je aan? Ik heb zwarte tunica's aan. Wacht, wij staan achter. Oké, wacht. Ik ga even focussen op de game. Doe je ding. Maar ik heb wel een beetje lag, Nick, dus... Eerst gast, nice. Ik zal mijn best doen. Nog 30 likes voor de stoere reveal. Hey, luister dan. Holy shit, hij gaat komen. Hij gaat misschien wel komen, wacht. Flip reset. Oké, het werkt. Wacht, maar ik weet het helemaal niet. Wacht. Ik maak gewoon een foto van mijn stoel zometeen. Nee, dat kan niet. Hij past wel op de cam. Je bent goed, man. Dankjewel, Bjorn. En trouwens, voor degene die zei dat ik normaal moet spelen, dat ben ik nu. En Bando van der Laak, welkom bij de Twisty Members. Die crew wordt echt insane groot nu gewoon. Er zijn echt veel mensen bijgekomen deze stream. Ja, ik zweer. Members zijn gewoon legends. Die krijgen namelijk ook een aparte rol in de Discord. Waarom kan ik niet via ING doneren? Als het goed is, kan dat juist wel. Zo, Max. Wee, yo. Drop even een Mercy Double Tap voor ons, bro. En een reward. Dan krijg je een reward. Max de Mexicaan met de 6 euro superchat. Bro, Mercy Double Tap. Je hoort het. Moet dat dit potje? Want eerst gaan we dit potje even winnen. Heb ik al? Dankjewel voor de 6 euro superchat. En dan hebben we Jaap. Met de 1 euro scoring training een triple flipper set first riding. Doneer 20 euro. Gaan we ook proberen, bro. Zeon met de 1 euro. Yo, Twissie, ik kan je even shout-out gooien naar Eendracht Arnhem. Mijn voetbalclub. Zo. Hey, even opnieuw dan. Dikke SO naar Eendracht Arnhem. En dat gaan we helemaal regelen, bro. Holy shit, dit is een gekke weer. Oh, Nick. Oh, maar weer. Oh, 10 seconden, bro. Ik ben bang. Ik ben ook bang. Oh, ik weet geen eens meer wat ik moet doen. Mensen. Nice. 2,50 euro van Merle Klein. YouTube is zo anders. W Thomas, W Twisted Dink.
Hey, Merle Klein, dankjewel. Oftewel Merle, dankjewel voor de €2,50 superchat. Ik zweer, YouTube is inderdaad anders. Wacht, zullen we faken, Nick? Dankjewel, ja, Merle. Goed. Heel erg bedankt. Nick, bro. Oh, je laat mij schrikken. Holy shit. Je laat me bijna meer schrikken dan Unicorn vandaag, gewoon. Wee, yo. Ah, dat is wel heel lastig. Ik va... Ah! Ho, 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 ho. Ik heb lek. Ik heb lek. Oh, nee. Oké. Okay. Bro, de donaties die blijven gaan. Ik word... Oh, yo. Wacht even. Ik ga focussen op het potje, daarna ga ik weer voorlezen. Midden. Yo, oi, yo. Oppassen. Neem mee. Oh! Nee, bro. Gozo. Ik heb hem. Oh, yo. Sorry voor... Ja, ik zeg sorry voor al die geluidjes, maar dat zijn donaties natuurlijk. Ik ga geen sorry voor zeggen. Dankjewel voor alle donateurs. We hebben gewoon constante achtergrondmuziek. W merde inderdaad. W naar alle mensen hier. Dikke W. Wee, yo, dit is echt gekte. Heb ik. Over hem heen? Oh, shit. Ik heb een mail, man. Ik ga gewoon brain dead, bro. Die waterfles die start me aan alsof ik gewoon echt nu moet drinken, maar... Het kan niet. Ja, ik heb weinig boost, bro. Oh, hij bumpt er maar bijna. Oké, we zijn safe. Nick, je weet wat je moet doen, hè? Goed. Oh, bro, dit 100. Is 4 minuten overtime. Dit is ook wel insane. Oh, what the fuck? Hij loopt af, hè, dat je het weet. Oh, huh? Midden, flik. Fake. Bumpen. Ik durf niet. Jij, Nick. Oh, yo, oké, spannend potje. Achterboost pakken. Shit, bro. Ik zit in de chat te lezen ook. Love naar jullie. Wacht, ik kan hem beter. Jij. Dit heb jij. Ik heb hem. Schiet gewoon, bam. Nick! Nee. Slomme schildpad soms. Ja, bro. Hoe is het slow? Nee! Nee! Oké. Nieuw toernooi. Wacht, laat me eerst even doen. Bro, ik word gek. Ik kan geen eens meer spelen door deze gekte mensen. Normaal ben ik wel goed in Rocket League, zoals jullie weten. Maar vandaag, wat moet ik ook doen? Abnormaal. Ik ga ze voorlezen. 5 euro van Chrono. Bro, Chrono wilt gekke man. Man vroeg net nog voor Dono Battle. Man gaat gelijk door. Bro, we moeten 4v4 toernooi doen. Jij, ik, Nick en Unicorn en dan uitspelen. Bro, ik had het heel graag gedaan. En het is op zich ook wel een leuk idee. Maar het is gewoon heel moeilijk om voor mensen een 4v4 team samen te stellen. Dus dat kunnen we helaas niet gaan doen. Maar, wie weet ooit, bro. Als wij echt veel meer kijkers hebben nog, dan kan dat wel. Thomas, kijk eens je Discord. Ik kijk even mijn Discord. Ik word ook helemaal volgespoemd op Discord zeker. Jeetje mina, dit is abnormaal. Ik heb nu wat gestuurd. Kijk eens snap. Op mijn persoonlijke snap of op mijn Twister snap? Die. Wacht, dan moet ik even naar mijn persoonlijke snap toe. Och, Tom nog met de 3 euro. Heb een fijne avond. Hé, Tom, dat vind ik heel goed om te horen. En ik heb namelijk ook een hele fijne avond. Dus leuk dat je erbij bent. Dikke SO naar jou. Eens even kijken. Ja, ik weet niet, Nick. Ik weet niet. Ja, bro. Even kijken. We gaan even een nieuw toernooitje aanmaken. Want dat hadden we beloofd aan Unicorn. Dat gaan we ook lekker doen. Nick, heb jij daar nog zin in? Mm-hmm. Ai, bro. Ai. Zeker. We zijn er, bro. Gingen we nou de eerste ronde eruit? Ja, bro. Nee. Derde of vierde ronde. Hallo, Bochtig. Hallo, aangezet aanstikken. Yo, Ryan. Yo, Colin. Hey, als jullie... Bro, was de eerste ronde, bro. Was dat eerste ronde? Was eerste ronde, schreeuwen we eruit, bro. Oh, shit. Sorry voor iedereen die gejoined is. Oh, shit. Oh ja, wacht. Ik moet nog de store field doen. Wacht eens even, mensen. Dat gaan we eerst eens even doen. Eens even kijken, hoor. Dan gaan we even naar dit scherm. Deze. Doe ik. Eens even kijken. Als het goed is, zien jullie de stoel zo meteen. Ga eens kijken. Hier, kijk, jullie zien hem niet. Wacht, ik moet hem even optillen. Kijk, deze muffe stoel. Deze fucking muffenstoel. Oh, ik wil zit er al echt gewoon 8 jaar op of zo. Deze dit is misschien wel een droom die uitkomt. Ik ga kijken. Bro, dit is de Twisty-stoel. Dus daarom, deze donaties van vandaag worden allemaal echt heel erg gewaardeerd. Want dit kan natuurlijk niet. Als YouTuber zijn, dan moet je een beetje een normale stoel hebben. En die stoel kan niet. Maar de stoelreveal is gedaan, zoals beloofd. Nou, laat me weten wat jullie van mijn stoel vinden, mensen. Ik vind hem zelf niet zo mooi. Misschien jullie wel. Misschien het, iemand... het valt nog gewoon mee. Nou, het valt mee, bro. Maar het kan niet. Geef toe. Het kan eigenlijk niet. Nee. Zit je op die stoel? Ik zit op die stoel, bro. Dan weet je hoe dat erg is. Gewoon, dat is gewoon de Twister-stoel. Dat is de Twister-stoel, bro. Dat is letterlijk waar Twisty op gecreëerd is, gewoon. Is dat de SSL-stoel? Yo, Short is welkom, bro. Even kijken. Ik moet alles weer even helemaal goed zetten. Want ik had mijn hele OBS weer helemaal omgedraaid voor dit. Zo, dan gaan we deze.
Mensen lachen me uit voor die stoel. Stoel is gewoon ziek. Hey bro, ik heb wel een goed idee. Als ik mijn nieuwe stoel heb, dan ga ik deze stoel gewoon giveaway, bro. Ook al hoort die echt naar de vuilstort te gaan, maar wie weet, misschien wil iemand de twisty stoel. Want één ding is zeker, SSL wordt erop gehad. Je kan prima SSL halen op deze stoel. Hoe kan je Discord? Een van mijn mods gooit wel even een Discord link in de chat. Daar ben ik bijna zeker van. De SSL stoel. Snorhaar, hoe heet je? Hey bro, wie noem jij Snorhaar? Fucka. Snorhaar? Dat vind ik geen leuke naam. Even kijken. Wat is je snap? Twisty op snap. Dus gewoon letterlijk mijn naam en dan op snap daarachter. Yo Jessica, yo Jean-Claude Ilunga. Wow, yo. Dit is een gekke naam. Of nee, geen gekke naam, maar gewoon een mooie naam. Zo bedoel ik het, snap je? Kijk nog eens op die ding. Yo, ik kijk nog eens even op Snapchat. Ja, Nick, ik weet niet, bro. Ik weet niet. het is wel een idee, maar misschien voor volgende keer, oké? Is goed. Want dat moet ik eerst even uitzoeken. Hey, Krono wil met de 5 euro, bro. Man, stop niet. Kom op, Krono. Wat is dit, man? 5 euro donatie. We gaan hard, we gaan lekker. Nou, één ding weet ik zeker. Jij gaat in ieder geval heel hard en heel lekker vandaag. What the fuck? Ik liep even vast. Ik voel me echt als een NPC, bro. Iemand doet een groetje aan jou, Nick. Groetjes terug, bro. Chrono World, echt dankjewel voor de 5 euro nogmaals, bro. Dat is de 100ste keer dat ik dit zeg, volgens mij. Iemand zegt, ik durf te wedden dat die keukenstoel beter is dan mijn gamestoel. Bro, dat zeg ik al. Keukenstoel is oprecht niet slecht. Alleen, ik moet zeggen, als ik gewoon echt een lange werkdag heb, dan merk ik het wel. En dat moet ik niet hebben, want ik loop liever niet, zeg maar, als een opaatje op mijn 20ste. Wat is naam en wachtwoord? Dat moet ik even fixen voor jullie. Create tournament. Het wordt natuurlijk Twisty 3. Wow, joh, ik schrik me helemaal dood. Even kijken, Zeehond met de 1 euro. Iedereen volg Edits by Jesse op TikTok. Leuke stream, ga zo door. Jullie horen het, volg Edits by Jesse op TikTok, blijkbaar. Dankjewel voor je 1 euro, bro. Even kijken. Benar Grano? Grano? Volgens mij is dat het nou. En zo naar Keukenstoel, dat wou ik zeggen. Twisty 3. En Twisty 3. Wat is toch ook weer voorspelbaar. Genoeg tijd inderdaad, Twisty 3. Let's go, create, hoppa, join. Nick en ik doen weer mee. Yo, Jasper, welkom. Hoeveel heb ik gedoneerd? White Wolf, volgens mij heb jij echt wel 40 euro gedoneerd of zo, bro. Het is gekke huis. Het is niet normaal, hoor. Het is echt niet normaal. Het is echt abnormaal. Wacht, ik ga even een snap posten. Ik moet even weer inloggen op een andere snap. Zeg maar je naam, please. Jens. Yo, bro. Yo, Jens. Kijk, doen we even een fotootje maken, zo. Thomas, maak mij zo weer een party leader. Is goed. Zo, man squad bijna zieke angle. Wat, echt? Ik zal niet op. Ja? Je squad is bijna hele zieke. Echt? Ja. Yo. Nice, Unicorn. Goed dat je erin zit, bro. Live op YouTube. Alright. Ik gaf bijna even mijn microfoon een kusje. Dat was niet de bedoeling, mensen. Dat wil ik zien. Dat was een kusje aan de kijkers. Nee. Ik hou heel veel van ze, maar kusjes die hou ik even voor wat het blijft, zeg maar. Voor wat het is. Kan je mijn naam zeggen? Yo, Jarno, yo, Quinten is cool. Nieuwe sub. Hey, dankjewel voor het abonneren. Abonneren is volledig gratis, zoals jullie weten. Op het rode knopje klikken en dan word je abonnee. En dan mis jij niks van mijn video's. Thomas. Yo. Partyleader. Waarom wil je partyleader, bro? Dat vind ik wel weer. Kunnen we weer aan Rumble starten. Oh ja. Hey, als jullie een teammate zoeken, zoek hem in de chat of in de Twisty Discord natuurlijk. Wat is je snap met deze story? Twisty op snap, Twisty op snap, Twisty op snap. Zo heet ik. Hey, zal ik jullie eens even een ding vertellen? Dat jullie gewoon Twisty. Dat jullie even een idee hebben hoeveel donaties er gewoon deze stream zijn gedaan. Gewoon. Mag ik een gok doen? Ja, gewoon bij... doen. Gewoon het getal, zeg maar, gewoon het aantal donaties. Hè? Ja, niet de waarde, toch? Nee, nee, nee. Dan denk ik 65. Nee bro, meer? Ja bro, meer. 85. 85, precies. 85 echt? Donaties. Dat is toch gekke werk, mensen. Hoeveel minuten ben ik live? Ik ben bijna 2 uur live. Dan moet ik even rekenen. Dat betekent dat ik bijna elke anderhalf minuut een donatie krijg. Dat heb ik heel snel gerekend, dus ik weet niet of dat klopt. Ik en mijn team zijn allebei platina 2. En Unicorn, ik hoop dat we tegen jullie komen, bro. Dikke baas dat je bent.
Ga je me nou boost geven, bro? Ja, bro, jij gaf mij ook boost, dus dan boost ik jou ook. We boosten elkaar, weet je. Vangen. Oh. Vangen, bro. Man, dacht dat ik die kon 7. Oké, die vang ik wel, Hier, zou ik eens gek doen? Ja, maar gek. Yo, Isa, welkom. Oké, let op. Dit is hoe gek ik ga doen. Doe gek, bro. Nee, oh. Bro. Wacht. Nee, bro. Dat kan zo mooi zijn. Dat dacht ik, zegt hij. Chrono World, we gaan richting de skere tijd. Bro. Hey, bro. Doe normaal, bro. 3 euro donatie van Chrono World. Bro, dikke SO naar jou. Kom alsjeblieft in die Discord zo meteen, bro. Dan krijg je ook een insane rol natuurlijk. Ja, wat kan ik anders zeggen? Oh, joh. Nee, doe normaal. Oh. Kijk, ik pakte mijn reset daar met die harpoen. Kijk, man. Hey, gooi even hartje in de chat voor Chrono World ook. Die man blijft maar gaan. Die man zit vast op die doneerpagina volgens mij. Oh, normaal. Man heeft gedoneerd en nu zit hij in de skere tijden, zegt hij. Nee, maar ja, hij heeft het goed. Dat hoop ik maar. Dat hoop ik ook. Zeg kaas. Hey, cheese, weet je wel, man. Nee, het is niet cheese. Wacht, laat me deze scoren, Nick, oprecht. Oh, okay, dip. Ik kijk. Man is gek. Nick liet hem niet door, Nick kon hem gewoon niet zeven. Dat was. Ja, ik had hem ook oprecht niet kunnen zeven. Oh, mijn stem is weg, jongens. Oprecht gewoon. Mijn stem was net even een paar secondjes gewoon dat ik dacht, die is weg. Zo, King Victory in de chat. Die is ook van vroeger. Bro, King Victory is van vroeger en nu, kan ik je vertellen. Ik heb vanmiddag nog met die guy in call gezeten. Die man is er altijd. Het maakt niet uit, al ga ik om 3 uur s'nachts live. King Victory is er. Al ga ik 3 jaar geleden live. Die man is er. What the fuck, Nick? Ik deed helemaal gek. Ging maar daar. Just Sepper, maar hoezo kijk je toernooi niet af? Omdat ik hier niet ben om te spectaten, maar om te spelen, bro. En als jij gewoon mee wilt doen aan het volgende toernooi, dan kun je gewoon je toernooitje leaven en gewoon meedoen met de volgende. Zo simpel is het, bro. Ja, het dus is zeg maar, heel vaak doen we wel eens die toernooi afkijken, maar kijk, dan spelen we. Zo. Sorry, bro, maak je zin af. Ja, kijk, dan zien we namelijk de hele tijd zit je 10 minuutjes te spelen. Vangen. ik zit naar de chat te kijken, bro. dat gaat voor. Wacht. Zag ik dat nou goed? Ja. Joost Marcus met de 22 euro superchat. Bro, gooi even hartjes en W's in de chat voor Joost, man. Joost Marcus, insane. En iShow Noobren ook met de 2,50 euro superchat. Love naar jullie. Maar Joost, 22 euro, bro. Love. Letterlijk love gewoon. Oh. Ik kan niks anders zeggen. Mooie flik, Brian en Nick. En Tom ook nog met de 1 euro donatie. Ongel, je bent de goat. Bro, Nick, ik ben echt niet op de gamer letten. Sorry, bro. Maar ik denk dat je het snapt. Ik denk dat je het snapt, bro. Ja, tuurlijk. Nee, ik snap er niks van. Rocky gaat voort, toch? Ja, bro. Oh, ik kan geen eens meer spelen. Al die shit komt ook in beeld nu ineens. Esso naar mij, yo Rogier, yo Garang, Mayok, yo T-Pex, yo Levi, bro. Let op, deze is voor de kijkers. Is goed, doe het. Oké, maar geen meer inbogen. Ik ga stilstaan. Doe je ding, bro. Ik geef je Let op, hè. Dit is hoe je met de harpoenie speelt in Rocket League. Is goed, laat zien. Oké, maar gewacht. Het ziet er soepel uit. Nu lukt het wel niet, hè, bro. Precies wanneer je iets wil voordoen. Thijs Verwij met een 2,50 euro superchat. Dankjewel, bro. Je bent mijn favoriete YouTuber. Hey, leuk om te horen, Thijs. Thijs. Dankjewel. En dan heb ik goed nieuws voor jou. Want morgen om 3 uur komt een nieuwe video online. Dit is niet gelukt, speel maar. Dankjewel, Thijs. Dankjewel. Love naar jou. Deal YouTube begrijpt niet YouTube, I guess. Wat? Deal YouTube begrijpt YouTube zeker wel. Want ik zal jullie één ding vertellen. Er komt binnenkort een video online op niks, op niks kanaal. Moet ik zeggen, niet niks wel. Op niks kanaal. En die moeten jullie even zien. Kan ik een beetje zeggen wat er was gebeurd bij mij of niet? Ja. Ik werd echt flink in de maling genomen, zeg maar. Ja. Echt insane gewoon. Laten we zeggen, Thomas is teruggepakt. Ja, ik zweer, die moeten jullie kijken. Dus als jullie die zien, klik er gewoon op. Want het is echt waard om te kijken, ik zweer. Het is echt abnormaal. Ik ga de video kijken, lekker Roytje. Roytje is ook zo'n guy die letterlijk, bro, hij was volgens mij een van mijn eerste comments gewoon. Ik maak geen eens een grap. Ja, en het grappige is, het maakt ook geen eens uit bij welke YouTuber ik gewoon een video kijk. Hij staat altijd. Ik zie altijd Roytje staan. Ik kijk een Roblox video gewoon om te checken. Ik zie Roytje staan. Ik kijk een Minecraft video, ik zie Roytje staan. Ik kijk een Rocket League video, ik zie Roytje staan. Ik kijk Enzo Knolvlog, ik zie Roytje staan. Ik weet niet, man. Die man is gewoon de legende van YouTube volgens mij. Hij is overal. Overal. Hey, volgens mij heeft hij de meeste reacties op mijn kanaal ook. Dat zou goed kunnen. Hey, ik lief heel even het potje om te laten zien aan deze lieve mensen hoe ze het toernooi moeten joinen. Join private. Twisty 2. En dan zonder hoofdlettertjes, mensen. Want anders gaat het fout. Twisty 2. En dan zijn er weer... Oh nee.
Ik ben helemaal dom. We zijn ondertussen bij het derde toernooi. Twisty 3. Twisty 3. Dan zoek je die. Dan zijn er 57 teams. Dus Twisty 3, Twisty 3. Boy, yo, Joost bro, dikke SO naar jou. Laat je nog even horen in de chat bro, want insane ook. Insane letterlijk. Goh. Ik word even geflashback, sorry mensen. Goeiejoei. Soundboard, ben je daardoor getrold? Ik ga geen hints geven mensen, kijk de video. Ik ben in ieder geval goed gepakt, zeg maar. Yo, Puk, welkom. Yo, Vesna, yo, Jotte. Jotte? Ja, Jotte. Kan je deze stream terugkijken? Als het goed is wel. Als het goed is wel. Als YouTube niet vervelend doet, dan wel. Yo, Timon, dankjewel voor je €1. Ik heb zin in je nieuwe video. Mooi zo, bro. Goed om te horen. Morgen om 3 uur dus. Ik ga even een smintje pakken, mensen. Want mijn stem... Ik moet morgen nog kunnen praten, eigenlijk. Want ik heb morgen opnames. Ik speel ook Rocket League. Nice, bro. Het is, dat lijkt me waarschijnlijk als je naar mij kijkt. Even checken. Hey mensen, nog 14 abonnees voor de 65.500. Dus abonneer even, please. Dat zou ik heel erg waarderen. Vieze mannetjes moeten we tegen. Hey, daar hebben we van verloren. Echt? Alweer hun? Dat is toch niet maar niks? Is dat zo? Dat weet ik niet. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga in ieder geval niet echt focussen. Ja, oh, dat zijn hun weer. Ja, weet je, we kunnen wel een beetje proberen te focussen. Ja, dit is niet chill in de first round. Speel je clan? Nee, ik speel gewoon normaal, bro. Oké, dit potje ga ik even een beetje focussen. Als mijn lag meewerkt, want dit is weer verschrikkelijk. We kunnen wel winnen, maar... We kunnen sowieso winnen, bro. Dus het is even... We hebben nu een beetje een handicap. Nice. Ja, we hebben zeker een handicap. En ik zal je even één ding vertellen. Ik lees te vaak de chat. De lag is nog ineens zo erg, daar kan ik wel mee leren spelen. Ga jij maar? Ja, dat is goed. Weet jij mijn naam? Nou, jouw naam is Teun, dus dan ga ik ervan uit dat jij Teun heet. Anders ben jij mij aan het trollen. Nice. Sorry wel, succes. Leuk, dit komt helemaal goed. Blok. Hé, nu niet eerste ronde uitgaan bro, ik doe mijn best. Je weet dat ik Chrono World ben. Oh, White Wolf. Jij bent Chrono World. Ah, wacht. Dan snap ik hem. Dat had je ook gezegd in die dono, maar ik dacht... Ik legde de link nog niet helemaal. Bro, dan heb je nog meer gedoneerd dan ik dacht. Wajo. Chrono World, dikke SO naar jou, bro. Holy shit. Nice, goeie. Hele goede flick zelfs, Nick. Jammer, heb ik als. Zeven, hè? Hij kan er wat van, die jongen. Hij kan er sowieso wat van. Jij gaat winnen. Hey, ik hoop het, bro. Nou, maakt niet zoveel uit. Dit zijn aardige mensen, dus... Als we maar niet verliezen tegen toxic mensen, vind ik het allemaal goed. Yo, ik zit bij jou in de game. Thijs, dat lijkt me sterk. Want ik speel tegen twee mensen die ik ken. En die heette geen Thijs. Dat zit zeker. Dat zit. Ja. Wil je mijn naam zeggen? Daan. Yo, Daan. Sinds hoe lang speel je, Daddy? What the fuck? Ik speel sinds 2016. Welkom, Fleur. Man, noem me daddy. Apart te kijken. Oh, Nick. Zeg het al half uur lang. Ja, bro, sorry, Chronobot. Het is gewoon een te gekke stream, dit. Jij gaat snel de 100k halen. Dat hoop ik ook, bro. Dat hoop ik ook. Fake? Ja, is goed. Nice, tip ik. Naar jou, naar jou. Open. Je hebt je tijd, bro. Oké, Nick, oké. Yo, Matt. Je had in ieder geval al stond je achter me, dus... Daarom. Dat is wel mooi. Hoi Lisa, achter, hoi Vera, hoi Roy, hoi Timon. Ah, Timon die ken ik al, Royetje ook. Natuurlijk. Monique, welkom, Rian. Midden? Of Ryan. Hoe is dat niet in? Jammer. Mijn naam is Nio, welkom Nio. Legendarisch, bro. Dit is inderdaad legendarisch. Zo kun je het haast wel noemen. Ik denk eigenlijk dat... Oh shit, bro. Ik zit echt niet te focussen, sorry. Ik denk dat dit de livestream ooit is. Dat denk ik oprecht.
Er is één stream geweest, daar waren echt ook hele gekke donateurs. Justin echt met volgens mij 400 euro zelfs. Nee, Justin is ook gek. Justin is ook gek. Ik zie hem alleen echt nooit meer, maar hij doneerde toen 400 euro in één stream volgens mij. Dat was ook echt gekkenhuis. Mm-hmm. Jij naar mij? Nice. Hey, 6 euro, Thijs Verwij. Dankjewel, bro. Ik voel dat je gaat winnen. Oké, bro, dan ga ik nu focussen op de chat. Dankjewel voor de 6 euro superchat. Niks kort, hè? Game op de chat. Nice, ja. Focus op de game, focus op de game. S naar jou, bro. Dankjewel, Thijs, voor de 6 euro. Ga jij maar, ik volg. Mensen hebben ook geen idee dat het oprecht zwaar is wat je mee aan het doen bent. Bro, het is echt heel zwaar. Het is echt abnormaal zwaar. Het is echt aan 5 dingen tegelijk letten. Jij, ja, drop. Oh, insane bijna. Super. Bro, maar jij weet ook hoe ik ben, Nick. Ik kan niet stoppen met de chat lezen. Dat kan ik niet. Nee, ja, maar dat is ook hetgene wat je moet doen bij livestreamen. Klopt. Oh shit, my bad. Ik zit de hele tijd links, rechts te kijken. Mensen zien het al. Mijn hoofd gaat op en neer als een fucking... Wow. Ik toevallig, Thomas. Nee, niet jij, Justin. Het gaat om Justin met een E. Ik heb echt nul boost. Nice. Vind je wel succesvol? Jordi, ik heb je toegevoegd. Ja, lekker turbo. Lekker. Dat moet in. Dat zit ook in. Hoe lang doe je al YouTube? Ik doe nu sinds december 2022 doe ik opnieuw YouTube. En ik ben begonnen in 2021, zeg maar. Maar ik had een jaar pauze genomen. Hoe lang heb je al niet gestreamd? Ik denk nu 2 maandjes, want de laatste keer was ook met Nick. Ik had 1 keer op Twitch geluisterd, maar ik denk dat YouTube toch echt mijn platform is als ik dit zo zie. Wat een heerlijke stream. Hey Stefano, daar ben ik het helemaal mee. Oh, jij moet om 4 uur werken morgenochtend. Hey Stefano, succes bro. Wat voor werk doe je? Laat het me weten. Was jij bij Games for You een keer? Ik was inderdaad bij Games for You een keer in de chat. Ik save dat nog, oké. Lig er al uit. Hey Unicorn bro. Rip. Hey, geniet nog steeds gewoon van de stream. En wij gaan nog steeds even dat potje naar de stream doen. Of morgen als dat beter uitkomt. Wat hij wilt. Inderdaad bro. Al wil hij vannacht om 2 uur 's nachts. Ik start op. Nee, oké. Okay. Nou, dat was een grapje, Unicorn. Voordat jij vannacht om 2 uur 's nachts maar zit te bellen. Net. What the fuck? Dat is naast toch? Wil je mijn naam zeggen? Mijn naam is Milan. Yo, Milan. Oh, je hebt een hart gefaked. En het was een ghost dit tegelijk. Nice, Nick. Lekker bezig. Ik rij op de tram in Rotterdam. Oh, dan is het logisch dat je vroeg op moet staan, bro. Even in de chat van Unicorn. Inderdaad. Even in de chat, bro. Ik had de Unicorn de finale gegund. Sub op Twisty, kijk, dat vind ik een hele goede naam. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu even, want weet je, dan ga je gewoon niks missen. En dat is wat je wil, want je wil niks missen. Leon is ook beest, goede stream. Ik vind ook Leon zeker een beest. Maar weet je wie helemaal beest is? Nick en iedereen die nu bij de live is. Dat zegt allemaal. Houd je voor jezelf in de chat! Daarom bro, gooi even die hartjes. Ik was die Fabian bij jou, Game 3, ik zat te chatten. Ah, ja, dat zegt wel iets. Is het niet gevaarlijk? Wat is gevaarlijk? Yo, Twisty zegt mijn naam. Hoi Lydia, yo Jano, yo Stefano. Stefano is natuurlijk een OG hier. Toch liever in de tram. Ja bro. Ah, dat lijkt me oprecht nog wel vet werk. Ik bump hem. Oh nee. Dubbel, 3, 2, 1. Dubbel van Nick. Oh, heb ik al? Oh my god. 2 euro van Max de Mexicaan. Niet vergeten Pogo Musty Dubbeltap. Oh shit bro. Pogo Musty Dubbeltap. Ik dacht Musty Dubbeltap. Pogo Musty Dubbeltap gaat heel lastig worden voor mij. Een Pogo Musty? Hoe wil je dan nog een dubbeltap? Bro, ik was zijn Musty Dubbeltap. Max de Mexicaan. Sorry bro. Dank je voor je 2 euro superchat. Ik was het helemaal vergeten. Nice, goeie goal, Nick. Weet naar Max, inderdaad, W bro, W. Oh, dit is echt gekke werk, mensen. Het is echt gek. Mag ik een yo, Mo? Hey, Mohammed bro, welkom. Ik praat met hoofdletters. Nice, man. Ik zou het alleen even niet doen, want Nightbot vindt dat wat minder leuk. Goeie. Bump jou er gelijk bij. Ik ga het niet. Moet kunnen. Pinch? Oh, okay. jij ging laag, bro. Wacht, fake. Oh. Nee. Oh, die deed pijn. Die deed heel erg pijn. Smella. Hit een Magda voor 10 euro. Dat gaat me niet lukken. Sorry, Fleur.
Waar is de naam Bochtig? Die komt eraan. Die moet ik namelijk een week gaan dragen. Vraag wat? Nou, heb je mijn vorige video niet gezien? Klopt, en ik wil wat moeilijker maken voor je, bro. Oké, okay, Poco Musty Dumbledore. Ik weet iets van Bochtig. Bochtig is Twisty in het Nederlands. Oh ja, dat was hem. En ja, Kero de Queso, dat is de naam die cheese moet. Hey, Max de Mexicaan, dankjewel voor je 2 euro superchat. Nogmaals, wait, what the fuck? Het is ook echt vaak die Max, hè? Even kijken. Flip reset. Zo! Oeh! Dat was Scoopy. Oh, je popt hem nog ziek. Oké, maar nog sowieso vet. Uit mus. Poco Musty Double Tap. Mag het in free play, Max de Mexicaan? Dat is de vraag. Want dan kan ik zo. Is ook wel leuk. Even kijken. 1, 2. Het kwam echt perfect uit al, hè? Nice. Toen moest je wel triple gaan proberen. Je kon voor die triple gaan als ik het zo zag. Yo, lekker. Fake hem, ik paas even goed. Is goed. Ah, ik kreeg die bal niet in de lucht. Ah, nee, maar niet. Ah, gewoon weer fake. Boom. Oh, gekke man, bro. Hi. Yo, White Wolf, bro, oftewel. Oh ja, we doen natuurlijk dat 5 goals nu. Oh ja, shit. Daarom was het potje net ook afgelopen. Oh, daarom hadden wij verloren. Zo, we hebben 2000 votes in de poll. Bro, White Wolf is echt een beest, hè. Dat is niet normaal. Doe dan. Oh, what the fuck, ik had het gevoel dat ik die had. Dat scoorde je net bijna in training, zonder te kijken bijna. Echt? Ja, ik zei dat. Oh. Thomas, speel je nog met anderen? Je zeker weten, bro. Join de Discord, abonneer mijn kanaal, dan weet je zeker dat dat helemaal goed komt. Nice. Hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar, bro. 19 jaar. Je krijgt 5 euro als je ze allebei faked. Nou, ik heb ze net allebei al faked. Ja. Weet je? Oké, we hebben dit potje gewonnen. Ik moet voor een Poco Musty Double Tap gaan. Want ik weet dat Max de Mexicaan is een real guy. Oh, we hebben gelijk een potje. Bim Bam Baf. Ik weet wie dat is. Die guy is fucking goed volgens mij. Ik heb niet echt tijd om die Poco Musty Double Tap te gaan doen. Misschien heb ik 1 try. Misschien 1 try. Oké, dit is geen goede setup, denk ik. Wacht eens even. Oké, dat was heel close. Dat was heel close. Bro, kijk mijn stream, Nick. Ja, ik weet het Jordan nog niet. Ik had echt bijna. Een Poco Musty Double Tap? Die setup was net clean. Ik ben die Chris van Inta. Die, ik weet niet wat Inta is, maar welkom Chris, bro. Zo, mannen die is echt bijna first try. mannen hebben een profielfoto van mij, aight. Twisted en Twisty. Nou bro, ik heb een beetje een idee wie dit zijn. Maakt niet uit. Ik ga zometeen nog even die Poco Musty proberen. Hier het moet het lukken. Je groeit echt snel, klopt. Klopt bro, het is insane. Het is echt abnormaal. Ik heb zijn boost, pas op jou, hij gaat gebumpt worden anders. Ah, ik heb 0, kan sowieso niet. What the fuck? Zeg eens op Snap of Discord wie het is. Ja, ik zeg het zo, ja. Ik zeg het zo. Nice. Ze hebben ook echt net een profielfoto gemaakt, of niet? Deze ja, guys. Bro. Nice. Die heeft hij. Midden? Ik heb 0, ik pak die boost en dan ga ik, hè. Ik word hard gefaked, maar bro, ik zweer, ik moet echt voor een nieuwe computer gaan kijken. Die frame drops is echt niet chill. Nice. Ik heb mid, links mid. Ze zijn niet heel goed volgens mij, ja. Dus ze zijn ook niet heel goed, maar ze kunnen wel spelen, zeg maar. En als ik dit in de chat ga lezen, dan komt het helemaal niet goed. Hij heeft. Dat zit. Je speelde tegen mij, ik was echt slecht. Nee bro, je was heel goed. Je speelde goed. Ik kan iemand die lef even timeouten. Kan je tegen Deal zeggen dat het een legend is? Hé, Nick, je hoort het, bro. Fake? Thanks, bro. Ja, is goed. Gooi even de flip reset. Ik zal mijn best doen, bro. Maar dat zijn goede mensen. Max de Mexicaan. Bijna, bro. Mag in freeplay ook, inderdaad. Hé, dan weet ik dat. Dankjewel, bro. Max de Mexicaan. Weer met de 2 euro superchat. Man, strooit, bro. Dankjewel, Max. Love naar jou. Jij en Nick zijn iets te goed. Nou, bro. We zijn nu niet zo goed aan het spelen. Maar dat komt ook vooral door mij.
ontwikkeld. Ja? Oh, de frame. Weet je wat het is? We spelen kunnen veel beter als we gewoon echt lekkere concentratie hebben. Maar nu ligt de concentratie meer bij de live dan klopt. Bij het serieus. En dat is ook het belangrijkste op dit moment. Nice, goed safe. Welke kleur is het? Hoe bedoel je? Oh, dat zit misschien wel. Nee, dat zit niet. Open? Yo, wacht even. Ik zat de chat te lezen, sorry bro. Ik zat weer helemaal rondjes te rijden. Hoe noem je op snap? Ik heet Twisty op snap. Ah, weet je wat we doen? Wij forfeiten dit gewoon lekker bro. Want ik heb geen zin om te traarden. Ja, we doen even een nieuwe. Oh ja, wacht. Wat moest ik nou... Oh ja, Pokémon Misty Double Tap. Even kijken. Rizio met de 3 euro. 5 euro als je een flipper zet. Misty doet, schat. Hé, bro. Dan gaan we dat regelen. Schat? Ja, bro. Hij gooit gewoon die schat. Rizio. Hij gooit gewoon die ris van hem. 3 euro. Dankjewel, Rizio, bro. Oké, eerste Pokémon Misty Double Tap. Slechte setup. Ik weet niet hoeveel tries ik heb eigenlijk. Nee, oké. Dit is een hele slechte setup. Chat gaat gek, bro. Dat zeker. Wie is Drewd en wie is Lil Mecca? Dat weet ik niet. Heet ze zo? Ja, dat zijn die gasten. Dat is tenminste hun epic naam. Ja, ik weet wie dit zijn. Oh, nee. Ik weet al wie dit zijn, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Dat zijn jaloerse mensen. Ja, maar hij is niet eens Nederlands. Oh shit, bro. Ik kreeg geen goede Musty. Oké, okay, kom op. Hij komt gewoon van United Kingdom, bro. Ja, dat kan iedereen aanzetten. Ja, nee, maar gewoon, dat staat ook in zijn bio. Ja, dat kan iedereen aanpassen. Oké. Okay. Ik ga het nog een try geven. Nog 3 tries, oké? Okay? Max Mexican. Kijk, ik krijg de poker gewoon consistent, maar de Musty naar de dubbel. Wacht, dit kan hem worden. Nee, als die iets hoger ging. Ik heet ook Thomas, nice bro. Wanneer kan ik meedoen? GTA Gaming niet spammen, bro. Dan kun je niet meedoen. Even kijken. Musty. Ja. Nee, ik verpest het. Oké, okay, nog één try. Kom op, dit moet hem zijn. Het kan nog wel. Dubbel? Nee, als die de crossbar ging, bro. Oké. Okay. Hey Max, ik weet niet of ik nog thrice heb, maar ik ga nu voor de flip reset Musty van Rizio. Dit moet wat makkelijker gaan. Slecht, oké. Okay. Ik heb geen reset, hè. Oh jawel, ik heb wel een reset. Ik moet echt mijn oude controller hiervoor pakken, man. Ik ben nog niet goed genoeg gewend. Okay, dit wordt hem. Nice, oké, okay, flip reset Musty. Hier is hij, bro. Binnen 3 tries. Gooi even een flip reset. Nou, dit was gelijk een flip reset en een Musty. Kijk, hier was de flip reset en dan de Musty. Hoppa, let's go. Ik ben ready. Bro, Unicorn, wij gaan zo spelen, ja. Ik zeg, we doen zo nog even een casual potje met Unicorn. En dat is dan een mooie afsluiter. Want, bro, Unicorn is insane. Wacht, hier staat je nou nog een toernooi? Nee. We hebben heel veel toernooitjes gedaan vandaag. Maar als mensen aan de volgende toernooitjes mee willen doen, gewoon abonneren. Want we gaan dit vaker doen, Nick, of niet? Helemaal goed, jongen. Ik wil jouw maatje zijn, Joost, bro. Bij deze ben je mijn maatje. Hoe doe je mee, Twisty? Hey, de toernooitjes zijn gestopt. Kan je mijn naam zeggen? Yo, Arwin. Wacht, even kijken of ik nog... Ik ga even nog één keer... Gewoon nog één keer de Pogo Musty dubbel te proberen. Ik moet een beetje naar de zijkant toe, want dan is het te doen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een slechte setup. Dit is een hele slechte setup. Dit is heel slecht. Ik moet iets dichterbij misschien. Dan kan ik... Dit is eigenlijk niet goed. Doe je ding, bro. Neem je tijd. Ik geniet toch wel. Oké. Ik moet het dus gewoon doorgaan tot ik hem heb eigenlijk. Is goed. Slechte setup weer van mij. Heel slecht. Ik word gek. Heeft iemand Discord linkje voor me? Hey, kan een van mijn mods dat doen? Dankjewel voor je 2 euro trouwens, Max Mexican. Ik vergeet het bij me. Wacht, nu Musty. Oh, oké. Okay. Wat is het gekste trucje dat je kan? Ik ben niet heel mechanical bro, maar... Ik denk toch wel... ja, Pogo's of shit, Musty's. Dat is allemaal niet heel speciaal, maar... 5 euro van Unicorn als afsluiter, bro. Dat is een gekke afsluiter, want jij hebt hele gekke dingen gedaan vandaag. En ik kan niet anders zeggen dan je enorm te bedanken, bro. Abnormaal. En Richie ook nog met de 5 euro. Dankjewel, bro. Lekker bezig, babe. Love you. Wanneer jij een deal tegen mij en Jay, a.k.a. Zidaf.
Hey bro, let's go binnenkort. Join de Discord. Oh wacht, jij zit in de Discord, jij bent serverbooster zelf. Thomas, pak anders is de Dominus. Wacht. Nee, het gaat lukken, Nick. Dubbel? Bro, deze gaat... Oh, oké. Wow. Even hartje in de chat van Unicorn voor vandaag. En ook gewoon voor Rizio, voor elke donateur, voor iedereen die erbij zit. In de stream vandaag. Wat doe ik, bro? Ik moet zeg maar een klein beetje die bal... Kijk, dit is niet goed. Dit is niet goed. Lof naar jou, man. Hey, Mirjam, ook lof naar jou. Die frame drops helpen ook echt totaal niet mee. Kom op. Wee, yo. Ik word gek. Oké, ik ga het nog echt max 5 pogingen geven, oké, Nick? Ja. Goed ding. Ja, ik heb de poker weer. Oké, nog 4 pogingen. Ik heb zo'n gevoel dat dit een bord, ik weet niet waarom. Dubbel? Yes, let's go! Oké, hij is gelukt. Ik zei nog 5 pogingen, ik doe het op de tweede poging. Hier, ik laat hem uitspelen. Musty, het was wel echt een skere double tap Max en Mexicaan, dus ja. Maar, weet je, abnormaal. Hé, hey, Alex met de 3 euro, SO naar jou, man. Ik kan niet meer de stream kijken, want ik moet verder met Forex treden. Hé, hey, bro, beter leer je mijn Forex treden, maar dankjewel voor de 3 euro donatie. En, fijne avond, zeg je ook. Bro, Rizio, doe normaal. 10 euro, hij zegt tientje omdat het kan met een hartje. Bro, dankjewel voor de 10 euro donatie, Rizio. Abnormaal. Ik ga even een slok water nemen, want mijn stem gaat weer helemaal... de verkeerde kant op. Het is echt niet goed. Gooi even hartje in de chat voor dit. Dit is echt abnormaal. Abnormaal, letterlijk. Abnormaal, gewoon. Ik kan geen ander woord bedenken daarvoor. Ik ga eens even kijken. Giraf met de 3 euro, laat me weten dan voor die 2-2. Is goed, bro. Ik heb Rizio op Discord, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor je 3 euro, Giraf. Je hebt ook gek veel gedoneerd, bro. Dus love naar jou. Ik ga Freak Danger invite. Ik ga het potje samen met Unicorn doen, want dat kan niet anders. Waar woon je? Ik woon in Groningen, bro. Unicorn is gejoined. Gaan we voice chat met hem? Ja, hè? Dat is eigenlijk wel zo leuk. Unicorn, kun jij even een berichtje sturen in de lounge van mijn Discord. Thomas, hoe kom ik in jouw Discord? Er komt een linkje in de chat voor jou zometeen. En dan kun je daarop klikken. Discord.gg/twistyrl kun je ook doen. Even kijken. Unicorn, even checken. Wow, echt gekke werk. Echt gekke werk, mensen. Het is echt gekke werk. Yo, Ellen, welkom. Yo, David de Meijer. Hebben we al de 60.500 eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd, hè? Bro, er zijn heel veel gekke donaties geweest, Jerry. Yo, Freak Danger. Zo, ik kom even... Ik liet even een boertje. Ik heb je toegevoegd op Discord, bro. En dan gaan wij een potje met hem spelen, ja? Is helemaal goed, ja. Lise, dat is raar. Daar kan ik helaas niks aan doen, sorry. Misschien kun je contact opnemen met Stream Elements als zoiets gebeurt, maar... Gooi allemaal een duimpje omhoog. Kijk, jij snapt de JD Shorts. Even kijken. Hij heeft me nog niet geaccepteerd. Ik moet ook even een muziekje weer aanzetten. Want dat is weer helemaal uit natuurlijk. Eens even kijken. Heeft hij me geaccepteerd? Zo, gekke donatie. 3 euro van Rizio. Giraf, nu even stop met donateren. We nemen wel contact op voor die 2v2. Hey Rizio, dankjewel voor je 3 euro donatie. Nogmaals, gewoon echt de vierde keer ondertussen weer. Dankjewel, bro. Dikke SO naar jou. Hey Freak Danger, jij moet me wel even accepteren op Discord, bro. Dan kan ik je toevoegen in de call. Tenzij je niet in call wil, natuurlijk. Hey Noes, bro, welkom. Wat heb ik jou lang niet gezien in Discord, trouwens? Misschien zeg ik nu iets heel gemeens, want misschien heb je een timeout, maar... Dat hoop ik niet. Welkom bij de stream in ieder geval, bro. Dankjewel voor het abonneren. Ankara Messi of Ronaldo? Hey bro, laat het maar in de chat weten. Ronaldo of Messi? Wat kies jij, bro?
Nou kijk, normaal, ik zeg eerlijk, normaal zeg ik niks over voetbalclubs, spelers en dat soort dingen, snap je wel? Dan ga je mensen boos maken. Dus ik zeg niks. Maar, ze zijn allebei gewoon legend. Dus het kan niet anders. Je kan niet ontkennen dat het allebei gewoon letterlijk gewoon legendes zijn. Ik zit nu echt na te denken van, wat vind jij beter? Ja bro. Je bent wel een voetbalfan, hè? Ik ben een hele erge voetbalfan. Maar het ding is... Bro, Max de Mexicaan. Zo. Doe normaal, bro. Max. €55. GG's, bro. All love. Hey. Bro, Jezus. Man komt zijn woord na, hè, want ik heb die Pogo Mussie dubbeltap gedaan. En hij zei, er komt een verrassing. Hartjes in de chat, bro. Gooi even reacties in de chat, alsjeblieft, mensen. Dit kan gewoon niet. Gooi hartjes. Abnormaal. Doe normaal. Hier, kijk, er komt ook een beeld. Oh nee, wacht. Dat is Giraffe die nu in beeld komt. Giraffe met de €3 ook nog. Abnormaal. Max de Mexicaan, bro. Letterlijk goat van deze stream ook. Hier, kijk, er komt een beeld met gouden donatie. Want dat is wat je krijgt als je boven de 25 doneert. Dan wordt het goud. Maar ik heb één woord voor deze stream en dat is goud, letterlijk. Doe normaal. Echt, bro, echt. Het is letterlijk deze goud. Deze is echt niet normaal. Deze gaat de boeken in, bro. En Freak Danger heeft me nog steeds geaccepteerd op Discord. wacht, hey bro, kun je even een call joinen? Join even een call in de Twisty Discord. Dan ga ik daar even, dan join ik ook. Bro, Mexicaan, bro, Max de Mexicaan. Ik kreeg gewoon spontaan zin in een Mexicano. Ik weet niet waarom, maar... Vind je dat lekker, Nick, die snack? Ik weet niet, ik vind dat... Het is een beetje een pittige frikandel, toch? Dat wou ik zeggen, gewoon een gekruide frikandel. Ja. Maar ik vind het is wel acceptabel. Het is wel acceptabel. Misschien dat ik zo meteen... Ja, dat moet ik niet doen, dat is te laat. Je moet niet in de avond eten, dat is slecht voor je. Slecht voor je slaap. Echt? Ja, dat is super slecht voor je slaap, bro. Als je ik probeer altijd na 7 uur niet meer te eten. Want dan slaap ik gewoon een stuk beter. Ja, echt? Ja, oprecht. Test maar uit. Mij lukt dat nooit, bro. Als ik beneden naar de bank in ga, pak ik altijd even een zielige snack. Ik voel je, maar ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Freak Danger, bro. Unicorn. Accepteer me op Discord, please. Wacht, ik ga je bellen. Ja? Nick, ik flat je heel even. Ik bel hem en dan voeg ik jou toe. Is helemaal goed. Wie durft 500? Anders doe ik het, bro. Stijn, geen gekke praatjes, hè. Hey, maar Max de Mexicaan, bro. Abnormaal. Unicorn, het kan ook zijn dat je geen call wil. Laat het me dan even weten in de partychat, please. Laat het me weten in de partychat. Oh, abnormaal, mensen. Jullie zijn echt gek. Jullie zijn echt gek. Ik ga zo meteen in call met een gek, jongen. Dat is Unicorn. Gooi. Abnormaal. Noos, die giveaway is nog niet voorbij volgens mij. Ik zal even kijken wanneer die af is. Volgens mij over een weekje. Want het was 2 weken. Hey, Freak Danger. Ik bedoel op Discord. Nice, oké. Join the call, bro. Join the call. Yo. Wil je call? Twisted, wil je even weggaan? Ik krijg het warm. Hey, er is hier, bro. Ik ga niet weg. Ik ga niet weg vandaag, bro. Ik wil jullie gewoon abnormaal bedanken, letterlijk. Jou ook, Rizio, gewoon voordat je erbij bent. Yo, Creator Plans, man. Je hebt een vinkje, even kijken. Ik ga je eens opzoeken op YouTube. Ik ken jou namelijk niet. Ik weet niet of dat erg is. Sorry dat ik jou niet ken. Ik ga eens even kijken. Creator Plans. Je hebt wel een mooi vinkje, moet ik zeggen. Die wil ik ook. Ik wil naar de 100k. Boba Fett, man. Rocket League. Je weet het, bro. Je weet het. Creation Plans. Laat me eens even kijken wat voor leuk kanaaltje je hebt. Ik kan hem niet vinden. Maar je hebt een vinkje, dus jij bent een 100k YouTubertje. Helemaal sick. Welkom bij de stream, bro. Volgens mij wil Freak Danger geen call. Even kijken. Wil je call? Want ik ben jou aan het bellen, Freak Danger, maar... Thomas, hoe lang ben je live? Ik ben nu twee... Bro, Max de Mexicaan, doe normaal! €55 weer! Bro, Max de Mexicaan, join de Discord alsjeblieft, bro. Hey, dit is echt abnormaal, man. Doe normaal, er komt weer zo'n gouden donatie zometeen in beeld. Kom maar. Die donatie die gaat nu komen zometeen. Die gaat komen, 55 of 210 euro. Hier, kijk, hij komt in beeld, mensen. Hij komt in beeld, daar zo. Nee, ik wijs helemaal verkeerd, natuurlijk. Ik moet in spiegelbeeld wijzen, lukt me voor geen meter nu. Max de Mexicaan, bro, je bent een legend. Ik kan niks anders zeggen.
abnormaal. Gooi hartjes in die chat, bro. Gooi hartjes in die chat voor Max de Mexicaan. En laat je ook even horen, Max de Mexicaan. Gewoon in chat, bro. Yo, bro. Yo, ik hoor je, bro. Hey, er komt net nog even iets geks binnen, maar bro, ik wil jou enorm bedanken. Ja. Ik zit nu in call trouwens met de enige echte, bro. Jullie kennen hem wel, Unicorn, kom op, bro. Dat is abnormaal. Oh. Dankjewel, bro, oprecht. Ik meen het. Geen probleem. Dankjewel, man. Hey, Nick is even eten halen, dus zullen wij gewoon een potje 2-2 samen gaan doen? Nee, dat is goed. Let's go, bro. Hey, oprecht, ik bedank je enorm, man. Oprecht. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken en nu Max de Mexicaan net ook gewoon weer abnormaal. Nee. Jullie zijn de legends van de streams, man. Poh. Abnormaal. Hey bro, nu moeten wij wel winnen. Dat kan maar best doen. Ah, dat komt goed. Ik denk dat wij die chemistry wel hebben. Ik volg. Hey, gooi even hartje in de chat ook, jongens. Gewoon voor iedereen van de stream gewoon. Nice, goede kick-off. Dan pakken we gelijk een easy goal, hoppa. Hey bro, ik stel voor dat wij buiten de stream ook gewoon een keer comp gaan spelen. Dat is goed. Let's go, bro. En Max de Mexicaan ook legend, bro. Insane. En er zijn nog heel veel mensen die vandaag gewoon insane bedragen hebben getoneerd. En letterlijk iedereen die gewoon lekker aan het chatten was, gewoon een leuke avond heeft hier. Love naar jullie. Goh, abnormaal. Even kijken naar jou. Zo, dat was een gekke pinch. Maak een video met Unicorn. Hey, wie weet, bro. Ik moet eigenlijk even kijken of ik mijn clips nog aan kan zetten. Zeg maar dat ik hier dit allemaal opgenomen kan hebben. Want dan heb ik de hoogste kwaliteit. Is dit ranked? Nee, dit is unranked. Wat wou je zeggen? Sorry, bro. Nee, ga maar. Alright. Ja, bro. Ik sta op een autopilot tijdens de stream, dat wil je niet weten. Ik praat alleen maar. Ik blijf maar praten. W naar de chat, dat wou ik zeggen. Deze livestream betekent meer streamen, dat weet ik wel zeker, bro. Dit is echt, jullie houden hiervan blijkbaar. Oei, abnormaal. Kan je mijn naam zeggen? Hello Ellen, die heb ik al een keer gezegd volgens mij. Wanneer ga je met Royalistic? Hey, ik heb heel veel video's opgenomen met Roy. Ik. Is goed, ik volg. Nice, hebben we weer een gratis goal, want ik ga hem faken. Oh, wow, joh, hij stapt er niet in. Jij bent gewoon de beste van Nederland, bro. Hey, helaas niet, maar wel heel lief. Fake? Oh, we hebben hem heel hard gefaked. Oei, nice. Kan je een Ajax-speler noemen voor een edit? Hey, Bergwijn, bro, de nieuwe captain. Hey, Max de Mexicaan ook nog twisting member geworden, bro. Max, jongen, gek. En dan Sion de Smet met 2,50 euro superchat. Dankjewel, bro, dankjewel. Het wordt enorm gewaardeerd hier. Welkom bij de crew, welkom bij de members, Max. Abnormaal. Hey, weet je wat ik zometeen eens even ga doen, Unicorn? Nee, vertel. Ik ga jou zometeen even een lidmaatschap giften ook, gewoon. Als ik dat kan doen, dan ga ik dat doen. Ja, dat is goed. Dat heb je meer dan verdiend, namelijk. En Max de Mexicaan. Insgelijks eigenlijk. Abnormaal, letterlijk. Flip reset. Oh, geen dubbel, maar wel gewoon 50 nog. Enge fake man gooit de fake. Hey, nice, let's go. Dat is een goal. Bro, we zijn aan het slopen. We konden eigenlijk rank gaan doen. Hoe word je member? Dat is naast het abonneerknopje. Er staat daar bekijk voorbeelden, zoiets. Kronorwotje, vergeet mij, bro. Ik vergeet jou zeker niet. Ik ben jou helemaal niet vergeten. Want jij bent ook net zo goed een legend. Jij hebt echt ook kapot veel gedoneerd. Gewoon in losse stukken. Echt, denk ik wel, minimaal 100 euro. Minimaal. Ook, dus het is insane. Ik kom nog een potje doen, bro. Dit was veel te kort. Oei. Oh. Krono wil dikke en zo. Als het goed is, heb jij ook al je rol. En jij hebt je rol als het goed is, toch, bro? Ja, heb ik. Nice. Helemaal top. Oh, abnormaal. En de Kronenbeeld, dankjewel voor je 5 euro donatie nog. Insane.
Wanneer komt de video online dat je mee gaat doen aan een toernooi met geld? Nou, wij moeten nog meedoen aan het toernooi, dus dat is even een dingetje. Alleen die is binnenkort, dus dat is het goede nieuws. Dus die video komt ook, ik denk deze maand nog, of anders volgende maand. Ligt even aan het schema, mensen. Ik heb hele leuke ideetjes in mijn hoofd. Maar als jullie nog leuke video's hebben, laat het me weten in de chat. Want tijdens de livestream kan ik gewoon live reageren. Nou, is lekker, bro. Slopen. Ja, maar ik kom nooit hoger als platina. Nee? Nee. Nou, bro, dan ga ik daar veranderingen brengen. Want je kan dat echt makkelijk, voor mijn gevoel. Oprecht. Ja, platinum, één ding. Speel je even één, of niet? Nee. Nee? Ja, daar ben ik nu groot drie. Ja, kijk, dan heb ik een advies waar je misschien niet blij van wordt. Maar ga 1v1 spelen, want daar word je echt zo snel beter van. Het is gewoon, je hebt gewoon geen teammates die zeg maar jouw foutjes kunnen fixen. Dus het is gewoon constant, ja, op je eigen fouten letten. Maar ja, 1v1 is frustrerend. Ik denk dat jij het daarmee eens bent. Nice. Sander Mulder, yo, welkom. Ik heb internet gekocht om jou te kijken. Bro, ben je op vakantie en heb je data gekocht? Oh, mijn tv is uitgevallen. Dus mijn belichting is iets anders dan normaal. Ik ga eens even kijken of ik dat achterwaarts kan doen. Hallo Mark Velema, welkom. Nice. Volgens mij staat er nu iets heel anders op mijn tv. Ik moet het zo even fixen, jongens. En meisjes natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Oh, crossbar challenge. Wat was die touch? Boycott 1v1. Hey Marnix, je moet 1v1 spelen, bro. Jij? Oh, jammer. Touch. Jouw licht is weg. Klopt, bro. Ik heb nu een iets andere... Oeh, ik land op jou. Sorry. Joost, hier is hier. Welkom. Fake. Over hem heen. Ben je middel? Wacht, ik ga naar jou passen. Of niet helemaal, maar... Ik leer zoveel van jouw video's. Hey, dankjewel. Hey mensen, laat in de chat weten. Hoe vaak willen jullie livestreams zien? Goeie paas, trouwens. Sorry, ik ben zo bang even binnen. Ah, geen probleem, bro. Yo, Bochtig, kan je mijn naam zeggen? Jesse. Oh, weer een forfeit, bro. Insane. Dus even kijken. Ik ga heel even dubbelchecken of jij die rol hebt. En ik ga jou even... Nu die subgiften. Ik moet even mijn eigen stream openen. En dan... Wacht, kun je even het dingetje zetten in de chat? Bro, Maxi Mexicaan, die superchats die staan er ook nog steeds. Het is insane. Wacht even, ik moet even YouTube openen. Kijk, en dan... Nice. En dan top. 2-3 keer in de week. Nice. Even kijken, Unicorn heeft dat gezegd. Dan kan ik, als het goed is... Oh nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dat moet ik zo doen. Membership gifting. En dan buy gift. Huh, hoe werkt dit? Dit is raar. Oh, hier. One membership. Kan ik hem dan nog aan iemand... Kan ik hem nog aan iemand toewijzen of niet? Nee, volgens mij doet YouTube dat zelf. Oh, dat doet YouTube niet. Shit. Oh, shit. Oké. Okay. Oh, Rizio met de 6 euro erna... Wat wil je zeggen, bro? Helemaal niet, jongen. Allright. Komt goed. Is goed, bro. Hey, ik wil je alsnog enorm bedanken, bro. Het is insane, letterlijk. Echt insane. Wow. Abnormaal deze stream. Ik heb echt genoten van deze stream. Wacht, ik ga Nick nog even toevoegen als hij er is. Ik denk dat hij weg is. Ja, hij is weg. Oké. Okay. Rizio nog met de 6 euro donatie. Love naar jou, bro. Je hebt inderdaad ook in totaal 30 euro gedoneerd. Bro, wat kan ik zeggen? Max de Mexicaan. Chrono World. Ja, Unicorn, of course, the legend himself, Incal nu. Rizio, oh ja, eigenlijk iedereen. Gewoon iedereen die er vandaag bij was. Het was goud, mensen. Het was oprecht goud. Ik kan niks anders zeggen. Het was letterlijk insane. Maar, ik moet helaas zeggen dat de stream wel gaat stoppen. Dus abonneer als je het nog niet hebt gedaan, want dan mis jij de volgende stream niet. Morgen om 3 uur staat een video online. Dus er is weer wat leuks te kijken morgen. En ik ga zo snel mogelijk weer live, mensen. Want jullie gaan hier heel goed op, blijkbaar. En ik zelf ook. Ik vond het echt oprecht een hele leuke avond. Het was geweldig, zoals mensen in de chat zetten. Gooi nog even een W in de chat. Hier, kijk. Ik spam zelf mee. Vanaf nu, mensen hebben toestemming om te spammen. Hier, kijk. W's, letterlijk. Alleen maar. Love naar jullie. Komt-ie. Komt-ie, bro. Komt-ie.
Let's go. Hoppa. Oi, 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 oi. Hey, Unicorn bro, in het speciaal echt bedankt naar jou ook nog, bro. Echt. Geen probleem, geen probleem. Dankjewel. Wow. Hey mensen, dankjewel voor de W-spam. Ik ga dit stream afsluiten. Ik ben echt kapot. Zeg ik heel eerlijk. Het is abnormaal namelijk deze stream. Oh, wacht, ik krijg nog een superchat binnen. Wat is dit? 6 euro van Danny Deuten. Hey Twisty, wil je me helpen trainen? Want ik speel al sinds de spuitje. Komt niet hoger dan Diamond 1. Hey bro, Danny, join de Discord. Dan krijg je ten eerste een rol. En dan kan ik jou sowieso jouw antwoorden... Of jouw antwoorden bevragen. Jouw vragen beantwoorden. Ik werd even Memphis Depay daar. 6 euro. Dankjewel bro. Hartje in de chat nog voor Danny. Die W-spam is voor jou ook. Wauw. Abnormaal. Oh, en daar komt nog een donatie nog even. Iemand sluit even af. Gijs met een 1 euro superchat. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik volgens mij goed. De chat gaat veel te snel om het nog allemaal te volgen. Gijs met de 1 euro superchat, dankjewel. En daar komt Dennis' donatie in beeld. Abnormaal mensen, dankjewel. Echt, ik kan niks anders zeggen. Ik ga de stream nu wel echt eindigen. Gooi die W's nog in de chat. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur bij een...